Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet? Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonen gaat wereldkampioen worden. Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons. Stanley, stay on your fight! Fred Kaap. En nog Fred. Jeff Doen is hier. Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem. Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de Jogclub. Vandaag te gast de man die ook in aflevering 21 en aflevering 100 zat. Hij is Olympisch mountainbiker en vice-Belgisch kampioen. Welkom, Jens Schuurmans. Dank je. Jens, vice-Belgisch kampioen. Een aanpassing, hè? Na jaren Belgisch kampioen te zijn, moeten afgeven. Ja, inderdaad. Ja. Na 6 jaar, dus... het gaat eens iets anders zijn, maar ja. Ja. Ook hier vandaag, Seppen Odijn. Yes. Hoe is Odijn? Goed. Ja, ik, deze week moet ik altijd aan Jens denken, omdat als jij de Spelen had gereden, hebben wij samen gekoerst in Linde. En ik weet nog dat jij daar aankwam en ik was zo nog echt helemaal in de Olympische vibe, maar ik was een van de weinige mensen die je dan kende en wou weten hoe het geweest was. En jij startte daar en jij werd voor de start uitgelachen omdat je met die mountainbike schoenen reed door 2 gasten. En ik dacht toen nog, hoe gaan die gasten, die weten niet als die straks gaat overkomen. Goeie herinnering, dat is inderdaad waar. Ja. Ja. En heb jij vervolgens ook de smalle naar de kopgroep gereden en is die provinciaal kampioen geworden. Dus. Inderdaad, ja. Ja. Dat is inderdaad waar. En dan de zaterdag erop hebben wij ook nog samen gekoerst in Overijssel. Ja. Waar we allebei van achter zaten in een geweldige slecht weerbui en waren we elkaar aan het overtreffen waarom we zouden moeten afstappen. Uiteindelijk niet afgestapt en allebei prijs gereden. Ja, inderdaad. Dat kan me ook nog herinneren. Ja. En ik heb zelfs gezien dat die koers deze week ook was. Ik heb zelfs even gedacht om... niks. Om te starten. Ah, dat was zo niet met mijn trainer besproken of zo, maar moest dat passen in het trainingsschema, maar... Dan het de weersvoorspelling gezien en zelfs niet eens de vraag gesteld aan mijn trainer. Maar toen, die zaterdag, ging je eigenlijk ook niet koersen, maar moest je ook een training doen en had je gezegd, ik ga koersen, dat gaat makkelijker gaan als... Ja, want dat is eigenlijk... na de Spelen heb ik daar wel echt wel last van zo... Ja, je hebt echt naartoe geleefd naar die Spelen en dan heb je die weken daarna... Nou heb je, het is niet dat je depressief bent of zo, maar je hebt wel echt een down en... Ik had nog wel wat wedstrijden, dus ik moet dan toch nog wel redelijk zware trainingen doen. En dan, ja, een wegkoers, koersen in de kopgroep, dat komt wel wat overeen met een vermogenstraining. En toch wel wat leuker dan zelf op je eigen te doen. Dus, ja, maar ja, ik zou ook down zijn als ik van de Olympische Spelen kom, maar dan moet gaan inschrijven in het café in Linden en vervolgens uitgelachen wordt door 2 nozems. Maar op zich, dat vind ik nog wel cool, dat mensen... Zoiets zo hey, onderschatten als dat deed ergens, heeft dat wel iets. En ja, op dat moment zelf denk ik ook van, hier naar die inschrijving. Maar eens dat ik dan aan het koersen ben, is dat wel tof. En ben ik wel vaak content dat ik daarna die training heb goed kunnen afwerken. En of die koers goed heb kunnen rijden. En ik vind dat wel iets hebben, zo die wegkoersjes. Zou jij zo iemand dat dan onthoudt wie er dan met u gelachen heeft en... Die dan zoveel jaren laat. Nee, ik zou zelfs niet weten wie het was. Dus. Hoe is het voor de rest, Jens? Hoe verloopt het seizoen? Sinds dat niet meer op Red Bull TV is, is het moeilijker te volgen voor de liefhebbers die geen betaald TV hebben? Maar het is maar 40 euro per jaar. Ja, maar ja. Ja, maar je hebt dan ook nog Triathlon Live. En wat moeten wij nog allemaal kopen, Seppe? Ja, Netflix niet, dat past ik op uw account. Nee, ik dacht ook, we gaan een stap vooruit zetten. Het zal gewoon op Eurosport zijn. Mm-hmm. Ik heb nog maar één shorttrack gezien. Maar zijn de shorttracks niet altijd zichtbaar? Ik dacht dat de shorttracks wel vaker te zien zijn. En dat de wedstrijd van zondag uitgesteld wel gratis te zien is. Maar GCN, 40 euro. Zeg. Voor spektakel wat je krijgt. Schud eens met je potseppen. Ja, die is geleegd, hè. We moeten dat misschien veranderen. Ja. Ja, maar hoe is het seizoen al geweest?
Op zich ben ik wel echt wel content. Ik ben van de winter overgegaan naar een nieuwe ploeg. Vanaf nu rijd ik voor Giant Factory Racing. En een Amerikaanse ploeg. Wel een serieuze aanpassing in de zin van structuur van de ploeg. Maar echt wel heel tevreden met de keuze die ik heb gemaakt. En tot nu toe ben wel redelijk content hoe dat het loopt. Begonnen als een raket, hè? Ja, een paar koersen gewonnen in het begin van het jaar, waar ik heel tevreden mee was. Want ik ben nogal in Griekenland geweest en dan lijkt dat alsof dat makkelijkere koersen zijn. Maar dat wordt enorm hard altijd gereden. Dus ik ben blij dat ik eindelijk ook eens terug kan komen van Griekenland met goede resultaten. Dus dat was fijn. Ik had direct echt wel een goed gevoel op mijn nieuwe fiets. En eigenlijk sindsdien heb ik wel echt wel een goede lijn kunnen doortrekken. Niet elke wereldbeker is 100% verlopen hoe dat ik het wou, maar overwegend wel super blij met hoe dat het tot nu toe gaat. En voor mezelf zijn de komende twee maanden die eraan komen echt wel de belangrijkste van het seizoen. Dus ik ben wel content hoe dat de afgelopen maanden zijn geweest, maar nog wel grote doelen. En het verschiet de komende weken. Dat leek alsof je had die voorbereidingswedstrijden en dan was eigenlijk Valkenburg ging wereldbeker zijn. Ja, ik keek daar enorm naar uit, want ik wou een wereldbeker dicht bij huis. Mm-hmm. Die viel dan weg, waardoor dat leek dat het na die voorbereidingskoersen heel lang duurde voor de eerste wereldbeker er was. Ja, het was een week later. Oké. Zeg veel dan nog wel mee. Maar ik zelf had een beetje hetzelfde als u. Ik kijk er keihard naar uit. Valkenburg, dat is 20 kilometer van mijn ouderlijk huis. Dus ik kwam bij wijze van spreken opwarmen naar daar. Als ik dat zou willen. Dat is dan afgelast vanwege dat ze geen vergunning kregen. En voor mezelf was het ook wel echt wel een ontgoocheling. In de zin van, dat was echt een keer een wereldbeker super kort bij huis. Ik weet nog, als ik klein manneke was, voordat ik zelfs mountain maakte. En in de jeugdcategorie had je nog Hoefalies, de wereldbeker. Dat was dan de thuiswereldbeker voor Belgen en de Nederlanders. En hebben ze een keer regen gegeven en om Philippe van Meiragen uit het niets won je dan. Een heel jaar je prijs gereden, dan regende het en dan... Ja, dat weet ik nog. Oké. En dat was echt een idyllische locatie voor mountain maken. Super gekend, super veel sfeer en... Nu eindelijk een keer in zijn wereldbeker, best wel kort bij huis. Tot de laatste jaren, de kortste bij zijn wereldbeker, was toch 6 uur rijden met een auto. Dus ik kreeg ook wel van veel mensen te horen van dat ze er naar uitkeken om eindelijk een keer een koers korter bij huis te kunnen zien. Ja. Maar uitstel is blijkbaar geen afstel. Nee, ik heb ook wel gehoord dat niet helemaal afgeschreven is. Nee, de nieuwe wereldbekerkalender van het komend seizoen moet nog... uitgebracht worden, maar ik heb wel het signaal opgevangen dat het volgende zomer ook terug erop zou zetten. Dus dat is wel goed. Het zou pas goed zijn als Averbode terugkwam. Ja, daar gaan we voor passen. Hè. Dat gaan we niet doen. Hè. Maar is er eigenlijk geweten waarom dat Valkenburg uitgesteld is? Ja, dus dat is eigenlijk Shimano, die daar een testcenter of experience center hebben. Die zijn eigenlijk degene die de wereldbeker organiseren en ze willen het eigenlijk doen op de kant van de Kouberg in Valkenburg. En van wat ik gehoord heb, zijn die gronden van die Kouwbergflank allemaal verdeeld verticaal. In verschillende, zijn verschillende eigenaars. En de trails lopen eigenlijk dwars over die berg. Dus ze moesten eigenlijk een vergunning hebben van al die eigenaars van die gronden. En er waren er die niet zo blij waren dat het officieel was, voordat het überhaupt rond was met de vergunningen. Ja. Er waren die dat geld geroken hadden. Ja, en dat is vaker. Hè. Ik weet in Andorra, de wereldbeker van Andorra, die de downhill. Dus wij hebben onze wereldbeker bovenaan een skigebied. Maar de downhill vertrekt boven op 2000 meter en komt aan op 1200. En dat is heel die berg. Dat is wel een lange downhill van 4 minuten of zo. Maar voor het laatste, waar de finish is, moeten ze op een bepaald moment bij ene eigenaar passeren. Ik denk voor 30 meter of zo. En die gast die vraagt daar 30.000 euro voor. Voor die weken wat voor de wereldbeker nodig zijn voor op te stellen. Maar dat gaat maximum 3 weken zijn. Dus die mens die heeft geld geroken en die heeft dat jaren ook gehad. Maar nu ondertussen hebben ze het anders opgelost. Zo'n brug erover.
Ja, nu organiseren ze nog hoger op de bergen. Is de finish ergens anders. Maar ja, dat is... soms we gebruiken openbare terreinen voor de wereldbekers. En soms heb je dan wel een spek, hè. Ja. Een overstap. Als ik u er berichten over stuurde, zei je van... Ja, het materiaal is er echt goed. En ik dacht, dat gaat over de fiets. Maar toen zei je van... Allee, het is meer als alleen de fiets. Het is de vering, het zijn de banden. Ja. Dat je daar echt wel een stap vooruit kon zetten. Ja. Wat speelde er nog mee dat je... Ja, zoals gezegd, materiaal is een heel belangrijke factor in onze sport. En heel veel mensen hebben heel veel focus voor die kader. En uiteraard is dat wel een belangrijk onderdeel. Maar heel veel merken hebben tegenwoordig wel een goede kader, denk ik. En voor mij zijn banden en wielen en veringen evenwaardig belangrijk als de kader. En je moet echt totale fiets proberen te bekijken. En dat was voor mij wel... Giant werkt met de banden van Maxxis, werken wij samen. En veringen van Fox. En dat zijn toch wel, wel leading brands op in hun vakgebied, in mountainbike. Dus daar was ik wel echt heel blij mee. Ja, trouwens, gewaard heb ik het vorige keer, stelde ik mijn vragen met de vorige vering waar jij mee rijdt, omdat dat bij ons echt in de goede kopen mountainbike zit. En jij zei, nee, maar dat is echt goed, hè. Ik was daar ook effectief heel blij mee. En ja, tot de dag van vandaag. Maar ja, we hebben het geluk dat we... dat merk had ook altijd een mechanieker op alle wereldbekers. En ja, mijn vorige werd gewoon altijd nagezien dagen voor de wereldbeker. En dan was dat wel goed voor de wereldbekers, maar laten we zeggen dat het thuis niet altijd zo soepel liep als het zou moeten lopen. Dus het is een goed merk, maar gewoon niet zo op een... Kijk, Fox, ja, bij wijze van spreken, je doet daar één keer onderhoud aan en voor een jaar is dat goed. Hè? Dus het zijn supergoeie vorken en wel echt het beste wat je kunt hebben op het high-end segment. Ja. Is in het mountainbike hetzelfde als in het wegwielrennen? Franse ploeg, Grenadine in de bus. Alleen nu kunnen. Ik was me dat ook aan het afvragen. Dus, nu kunnen we wel natrappen. Dus die mannen luisteren niet. Hè? Nee, die luisteren dat zeker vast niet. Maar ik werk zelf met een eigen voedingssponsor. En ik had daar de vrijheid van de ploeg vorig jaar en ook dit jaar om daar met een eigen merk te werken. En, dus ik heb geen Grenadine in de bus. Maar aan de camion stond de bus Grenadine daar klaar. Dat zou kunnen, ja. Nu, ik moet zeggen, ik heb een sportdrank die ook Grenadine smaak is. Dus op zich blijf ik binnen het segment van de Franse ploeg. Maar op bepaalde gebieden was dat sowieso nog wel wat meer oldschool. Maar mountainbike is toch iets individueler, denk ik. En als atleet heb je toch nog iets meer inbrengen hoe je dat doet. En de ploeg is één ding, maar je hebt ook nog je eigen omkadering. En dat is eigenlijk wel een van de voordelen nog van mountainbiken, vind ik zelf. Als atleet kun je nog zelf veel dingen in handen nemen. En moet je niet altijd de richtlijnen van de ploeg volgen. Halve litertjes wegtikken op rustdagen? Ja, dat is niet aan mij besteed. Nee, ik kan me zo inbeelden dat je zo ergens in Oostenrijk of zo in een chalet dat dan wel... Ik moet wel zeggen, voor de mechaniekers moet ik wel af en toe halve litertjes voorzien. Hè. Als Belg, gekend als bierland, moet ik toch af en toe die Amerikanen en Canadezen wat voorzien van goed bier. Hè. Ja, ja. Bij ons, in de tijd dat ik zo nog rondetjes rijden, zo was dat met je vak bezig zijn dat je s'avonds een trappist dronk. Daar zat een goede enzymen in en je sliep daar goed van. Oké. Dus... En een rondetje sliep je niet sowieso vanzelf goed? Als je... Nee, jongen. Na 3 dagen? Zo met 6 op een kamer. Ah, zonder gordijnen. Dat had wel wat nodig voor een beetje nachtrust. Dat is echt nog van die tijd. Ik ben trouwens gisteren nog voorbij het internaat op de Makkisaar gereden, waar we altijd logeerden met de Ronde van Luik bijvoorbeeld. Oké. Dat is echt horror nog altijd als ik daar passeer. Ja. Ja, dat was echt zo een typisch internaat waar ze zo de ramen op kip hebben gezet, omdat ze schrik hebben dat je er anders gaat uitspringen. Ik weet welk hotel dat is. Echt? Ik heb nooit Ronde van Luik gereden, maar dat is als je boven komt, dat de Makkisaar naar links, zeker. Ja. Als je eigenlijk de VK naar beneden rijdt, zo, dan direct links omhoog, dan konden er voorbij. Maar ondertussen hebben ze er ook wel iets bijgebouwd. Maar dat was... Ja, ook dat eten was dan zo...
ja, internaat voedselen. Ik ken een ploegmaat heeft ooit eens zijn nek verbrand met de madame die langskwam met de pan met de pens. En die had hem per ongeluk aangetikt. Oké. Okay. Dat kon er daar. Ja, dat zijn goede herinneringen. Hè? Ja, echt mooi. Maar ik denk dat het dus wel wat professioneler geworden is. Ik mag het horen. Je moet nog een keer de Ronde van Luik rijden, dan kan je het nog een keer eens beleven. Ja, ja. Maar de Ronde van Luik, dat was ook altijd wel... Dat was niet de best georganiseerde ronde. Ik heb daar toch veel meegemaakt. Ik denk dat we elk jaar wel ergens verloren reden. En joh, dat, okay. Maar tegenwoordig doen ze dat ook... In de Ronde van Wallonië, hè. Voilà. Ah ja, juist. Ja. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Uw overstap dan? Amerikaanse ploeg? Dat is toch wel... Dat klinkt cool al gewoon. Ja. In een mountainbike, in een Amerikaanse ploeg. Ja, dat is eigenlijk ook wel cool. Ja? Ah, ja. Dus ik moet wel zeggen, dus als ik de onderhandelingen met de ploeg startte... Dus, dollars in je contract. Ja, inderdaad. Dollars. Verdek je, dat moet al... Ja, dat is, moet al iemand hebben die kan omrekenen. Ja. Ik heb nog de chance, want in ons premiestelsel, ja, dat is oorspronkelijk allemaal in dollars. En ja, ik heb dan gevraagd als ze dat dan om kunnen zetten naar euro's. En ze zijn vergeten de wisselkoers toe te passen, dus ik heb eigenlijk... Ah, ja. More money for... Goed gezien. Goed gezien, ja. Ja, ja, tuurlijk. Vooral slecht gezien van hun, maar ja. Goed voor mij inderdaad. Ja. Als er 10.000 euro dollar staat, gaan die niet ineens zeggen... Die gaan dat gewoon dat tekentje vervangen, ja, hebben. Hè. En ik heb wel een Franse ploegmaat waar ze dat wel hebben aangepast. Dus die jongen heeft minder. En weet hij dat van u, dat dat bij u vergeten aanpassen is? Of? Ja, ik heb dat zo halfelings gezegd. Oh ja, bij mij is dat ook aangepast. Maar dat niet zo was. Je hoeft niet alles te weten. Hè. Maar hoeveel zijn jullie in de ploeg? Dus we zijn met 3 mannen en 3 vrouwen. Dus Liv eigenlijk. Op zich is dat een andere ploeg, maar we doen wel alles samen. En dan hebben we nog een 4e man die ook op de weg rijdt bij Jaco Alula. En een Zwitser, die doet eigenlijk alle wereldbekers met ons. Dus in feite 4 mannen en 3 vrouwen. En dan hebben we eigenlijk een supportstaf van 10 mensen. Dus dat is wel echt een serieuze upgrade. Amai. Ja, dat is wel heel aangenaam. Bijvoorbeeld mijn mechanieker, die is er voor mij. En die Zwitser van Jaco, die wat dan ook mountainbike. Maar ja, dat is luxe in de zin van... Ja, alles is altijd in orde. We hebben kines mee, we hebben techniektrainers mee, we hebben managers, een kok mee, redelijk wat mechaniekers. Dus ik moet wel echt zeggen, vorig jaar bij mijn Franse ploeg, waar wij het trainersaantal was ruim overwegend, terwijl nu eigenlijk de staf eigenlijk groter is als de trainersgroep. En mijn manager vorig jaar, die deed... Nu kan ik dat zien, want die deed superveel met de tijd die hij had, deed hij eigenlijk meerdere jobs. En ja, nu hebben we daar veel meer mensen voor, maar dat brengt ook wel heel veel rust. En het is wel echt heel fijn dat alles zo goed in orde is en zo goed geregeld is. Altijd heel rustig en een hele fijne sfeer om te koersen. Ja. Ja, in de cursus was dat meestal zo... Het is mooi meegenomen als de mechanieker ook nog pasta kan koken. Allee, zo was dat bij ons. Mee moest dat ook niet zijn of zo. Maar de jobjes waren meestal wel dubbel bezet of zo. Ja, dus bij ons niet. Soms denk ik zelfs van, zijn we overbezet qua personeel. Maar ja, dat is wel echt super chill om op die manier te kunnen werken. En ja, gelijk ook zo... Denk ik, de techniektrainer van de ploeg, dat is een Spanjaard. Maar dat is ja, echt een super bekende eigenlijk ook in het milieu. Maar ook een hele, hele bekwame mens. En ik steek daar wel echt enorm veel op. Ik ben ook redelijk laat begonnen met mountainbiken. En ja, ondertussen kan ik wel zeggen dat ik technisch wel heel goed ben. Maar ik voel nog altijd een nieuwe shooter. Die gaat altijd nog een tikkeltje meer hebben. En ik merk wel dat werken met een techniektrainer, dat mij zeker en vast iets heeft opgebracht. En ook... De lijnen die hij ziet op parcours, de analyses die hij doet van parcours, dat brengt me echt wel iets op. En ben echt wel heel blij met de staf die we hebben en het werk dat ze leveren in functie van onze prestaties. Ja. Stuurt hij tijdens de wedstrijd ook nog bij? Ja. Dus
er is heel veel veranderd in het wereldbeker mountainbiken met de overgang. Het is niet alleen van Red Bull naar Eurosport. Ja. Het is ook een hele nieuwe organisatie geworden. Het is eigenlijk, tot vorig jaar was het eigenlijk nog altijd in het beheer van de UCI zelf. Nu is dat eigenlijk een externe organisatie. Heel veel veranderd, maar een van de veranderingen die er is, is dat er op het parcours zijn bepaalde zones afgebakend waar alleen de teammanagers mogen komen. En waar dat zij eigenlijk redelijk makkelijk naartoe kunnen verplaatsen. Dus tijdens de wedstrijden staan de techniektrainer, de managers, de kines en de mechaniekers allemaal met elkaar in verbinding met walkie-talkies. En bijvoorbeeld als ik iets een probleem is, kan ik heel snel aan Oscar, de techniektrainer, doorgeven van dit of dit is er. En hij geeft ook heel veel kleine woorden, maakt het ook niet te bond, uitgebreid, maar instructies tijdens de koers, die wel fijn zijn. Omdat hij heel rustig is en altijd heel positieve woordkeuzes heeft. Dus ik vind het wel heel fijn om met hem samen te werken. Ja. En wat ook gewoon een heel fijn voorbeeld is van zijn werk, is... Wij komen vooral op woensdag aan. Donderdag is onze hoofdtrainingsdag op parcours, omdat wij op vrijdag en zondag koersen. Maar op donderdag, als we het parcours verkennen, is dat nog allemaal super mooi aangelegd en allemaal piekfijn in orde. Maar tegen zondag, tegen onze koers, zijn daar zoveel mensen gepasseerd, heel vaak ook heel warm. Dus is het parcours helemaal uitgereden. En hij zorgt echt nog voor, op zondagochtend gaat hij het parcours nog verkennen en stuurt hij allemaal foto's van welke lijnen, hoe dat die zijn veranderd. En dan is het wel fijn om te zien als renner hoe dat parcours is, zonder dat ik daar energie in moet steken om zelf te gaan kijken. Het zijn allemaal kleine details, maar die uiteindelijk wel wat opbrengen. Ja, amai. Ja, ik had zelfs op de crossduathlon dat een dag zelf... Er gingen externe obstakels komen op het parcours die er maar een dag zelf lagen. En we gingen verkennen en ze hadden met balen stro dat ze zo een zigzag willen maken. Maar je kon die eigenlijk niet nemen al fietsend. Dat was veel te scherp gemaakt, waardoor je veel sneller al lopend waart. Maar we hadden dat gefilmd en laten zien aan die dingen. Van, ja, is dat de bedoeling? En dan hadden ze nog snel verboden om dat al lopend te doen. Wat helemaal geen regel is. Hè. Als je het niet kunt fietsen, dan moet het wel mogen lopen of zo. Maar dat inderdaad... Ja, als je dat de eerste keer komt in de wedstrijd en het is zo helemaal anders. Ja, dat is... Remember het plankje. Hè. Zonde hè, dat je daar niet over mocht lopen of springen. Nee, ik was er wel echt... Ik kon zo 2 seconden pakken, denk ik. Als Vlaamse kruier... Op ja, dat was echt cyclocross, hè. Ja, inderdaad. ik kan mij even moeilijk inbeelden ook dat jij nog technieklessen krijgt van iemand. Maar dat is ook echt meer om een klankbord te hebben en ja, maar ik denk dat iedereen kan leren. En bijvoorbeeld Oscar werkt ook samen met Swiss Cycling. Dus hij werkt bij ons, bij de ploeg Giant. Hij werkt met Swiss Cycling als consultant voor alle disciplines van het Zwitserse wielrennen. Dus zowel de wegrenners als de mountainbikers. Maar ook bijvoorbeeld Marlen Reusser, de Zwitserse tijdrijder. Daar is hij heel veel mee bezig met techniek vanuit de beugelsporten aan te snijden. Maar bijvoorbeeld ook Nino Schurter volgt nog altijd bij hem les. Dus Oscar is eigenlijk een ex-downhiller. Ondertussen 50 jaar, maar ja, supergoed in zijn vak. En iedereen kan altijd bijleren. Techniek is een oneindige skill. Maar hebben die niet gewoon ook ergens een vijzel? Allee, zitten vaak... Goh, niet per se, hoor. Maar die doet... Het gaat niet altijd over zottere afdagingen. Het is meer... Ja, de meest simpele dingen, daar steken we het meeste tijd in. Bochtentechniek, dat is iets waar je zegt van... Doe dat gewoon elke dag. Pak elke dag... hij heeft me een aantal skill drills gegeven, zoals hij dat noemt. Doe dat gewoon zoveel mogelijk. En dat is maar 5 of 10 minuten per dag. Maar hoe meer dat je dat doet, hoe meer gevoel dat je met de fiets krijgt. En dat is iets waar we als mountainbikers eigenlijk nog te weinig mee bezig zijn, denk ik. Maar dat is wel ondertussen wel een belangrijk onderdeel van mijn dagelijkse training geworden. En als je naar andere sporten kijkt, die doen dat bijna allemaal iets van een skill drill voor een wedstrijd. Voor een atletiek doen ze toch van die
Skippings. Skippings of zo. Of een gymnastiek doen ze ook een opwarming met bepaalde technische aspecten. Maar bijvoorbeeld in het wielrennen doen we dat niet. En hij is daar wel echt heel vooruitstrevend in. En geeft dat wel aan van wat de functie daarvan kan zijn. Ja. Ik doe vaak mijn opwarming. Als ik ga uitmaken, ja, ik druk op de pumptrek, maar gewoon omdat... Maar dat is eigenlijk supergoed. Je hebt nog wel hartslag. En ook, je leert weer even zo om je gewicht in een bocht te leggen. Ja. Terwijl als je... Ja, bij mij is dat dan... Ik kom dan vaak van een tijdritfiets of dingen. En dan met de mountainbike moet je bij mij dan zo even leren om zo wat door de bocht te kijken. Dat helpt altijd als ik even de turken op de pumptrek doe. Maar ik heb hem hier ook... Maar dat is echt zot, hè. Maar ik doe dat dan met Oscar, die mij zei, van probeer dat dagelijks te doen voor je trainingen. En achteraf dacht ik... Eigenlijk ja, is dat stom dat ik dat nooit gedaan heb. En voorgaande jaren, als ik dus wereldbekers startte, en ik moet eigenlijk toegeven dat ik voorgaande jaren de eerste ronde, de eerste afdaling, altijd nog zo een beetje onwennig aanvoelde. En sinds ik dat nu doe, is dat eigenlijk veel... Precies als mijn lichaam ook daarvoor opgewarmd is. En niet puur het fysieke alleen, maar ook het technische. En ja, ik denk dat dat wel echt wel cool, goed is om op te nemen in mijn dagelijks trainingsschema. De laatste podcast reed je nog niet met een dropper. Nee, dat is juist. En achteraf gezien, super grote fout. Hadden uw Franse ploeg geen goede merk? Of, ik had eigenlijk de vrije keuze om eender welke dropper te gebruiken, want we hadden geen sponsor. En ik had er zelfs al thuis liggen, want ze hadden al twee verschillende types besteld. Maar ik was... Ja, ik dacht, voor de Spelen ga ik dat niet meer veranderen. En achteraf gezien is dat super dom geweest. Want elke mens die gaat mountainbiken en een dropper, de eerste keer dat hij rijdt, de eerste twee afdalingen voelt dat een beetje onwennig aan. Maar daarna, ik kan niet meer mountainbiken zonder dropper. Dat is echt zot. Het gevoel met de fiets verandert vanwege die dropper, dat is... Ja. Ik kan echt gewoon niet meer met een dropper mountainbiken, denk ik. Dat is super raar om nu dat zadel zo hoog te hebben. En ik gebruik dat wel eens door een stomme bocht te gaan. Ja. Op het vlakke gebruik ik met een dropper. Ja, toen was een uitleg dat het niet in je weg zat, of dat je wat kleiner werd. Maar dan las ik, Matej Mohoric wint met een dropper Milan Sanremo. Wie bellen ze? Jens Schuurmans. Ja. Ja, nu gaan we het helemaal krijgen. Tegen dan was ik overtuigd aan de dropper. Jij deed daar een schep bovenop. Ja, ze zouden het in elke wedstrijd kunnen gebruiken. Zelfs in Parijs-Roubaix. Maar ik ben er nog van altijd van overtuigd dat in Parijs-Roubaix dat ze dat echt wel kunnen gebruiken. Dat weegt... Die fietsen tegenwoordig, die gaan allemaal onder het minimumgewicht. Dus moet je proberen die fiets zo functioneel te maken. En zoals ik zo zei, ik gebruik zelfs voor een vlakke bocht, gebruik ik soms een dropper, omdat je fiets meer kunt leggen. En ik ben er zeker van, in Carrefour de Labre, ja. Dat zijn echt wel een paar van die klote bochten. Ik ben er zeker van, als je leert met een dropper te rijden op een koersfiets, ja, kun je die bocht zeker en vast rapper pakken. En ja, 10 meter kan het verschil zijn, hè, die koers. Ja. Zet je daar rap mee weg? Want Bobby heeft nu... Jij hebt ook de eerste keer met een dropper gereden. Klopt. Als ik zo bij Robea ga testen met een dropper, moet ik altijd tegen die gids zeggen, zeg dat ik met een dropper moet gebruiken, want dat is zo'n handeling dat ik... Ja, ik heb dat niet. En tegen dat is het te laat. Ik gebruik hem elke afdaling. Ik doe elke afdaling die ik de dropper omlaag en zelfs soms op vlakke stukken. En ja. Ja, wat denk jij? Ik heb er niet genoeg mee gereden om eraan gewoond te worden. Dus ik moest altijd zien, Arjan gaat naar beneden. Allee, zo, die zakt lager. Ik zal ook maar lager zakken. Maar meestal, of echt een paar keer, dat hij dus, ik zeg maar, een singletrack, bocht naar links... En echt vlak voor die een bocht zie ik die ineens zakken. Mm-hmm. En ik kom aan die een bocht en ik heb de knop nog niet gevonden van een dropper. Okay. Ik denk ook dat de jeugd, als jeugdrenner, dat je dat gewoon moet leren en dat dat dan een vaste handeling gaat zijn. Het is dat, hè. Dat is gelijk schakelen. Op een moment weet je ook niet meer hoeveel dat je schakelt. Dat is juist hetzelfde in dropper bij mij. Dat is automatisme, maar... En waar de rap mee weg? Ja, eigenlijk wel. Best wel snel. Nee, ik denk als je er een week mee traint, dat je ermee weg bent. Maar bij mij was gewoon, dat was een fiets, ik had daar nog nooit op gereden. Dat was ook een elektrische mountainbike. Dat was de allereerste keer in mijn leven op een e-bike. Dus ik was al aan het sukkelen met, oké, deze is harder, deze is zachter. Ja. En ja, die knop van die dropper staat daar niet ver af. Dus, ja, wel, ja. Boost. Nee, maar dat is, ik ben er zeker van.
iedereen heeft daar baat bij. Dat is super, super goed uitvinden. Ga je dan altijd, ergens echt, ik gebruik dat op de weg ook, ga je dan toch niet helemaal tot beneden voor je bocht op de weg? Ja, of? Dus mijn dropper waar wij mee rijden, die is heel licht, maar het voordeel is dat je alleen boven of beneden hebt. Ah, ja. Je hebt daar wel verschillende maten in, hoe ver dat die zakt, maar ik gebruik die enorm veel. Elke afdaling sowieso. En heel vaak voor een klein bochtje, maar dat is, die komt wel, je moet eigenlijk erop zitten om hem naar beneden mm-hmm. te laten. Maar als je gewoon recht staat naar de bocht, en je duwt hem. Zelfs starten doe ik ermee. Dus ik heb redelijk korte benen. En dus vroeger had ik altijd, zat ik zo wat zo ongemakkelijk halverlinks met mijn poep op mijn zadel, maar niet te goed. En nu sta ik eigenlijk altijd met mijn zadel omlaag. Mm-hmm. Voor de eerste paar meters, maar dan, terwijl ik aanzet, duw ik ook op die knop en komt mijn zadel omhoog. Dus ik gebruik hem zelfs in de start. Denk je, ik heb dat nodig in de beachrace dan? Dus voor weg te, gewoon voor goed weg te zijn. Ja. En golfbreker? Ja, zo erdoor. Maar zo bijvoorbeeld nu ook in de Tour de France. Dit jaar was het natuurlijk snel duidelijk wie de finale week snel duidelijk wie ging winnen. Dus dan heeft dat misschien minder nut, maar... die afdaling van Col de la Loze, ja. Super technisch. Die fiets tegenwoordig allemaal zit aan een minimumgewicht. Ik ben er zeker van als... Oh, die Colnago nog maar net, hè. Ah, oké. Okay. Maar Pogačar en Vingegaard, als die leren om met een dropper te rijden, ben ik er zeker van dat die in die afdaling echt nog wel serieus wat tijd kunnen pakken. Ja, maar in hoeverre moet je je techniek aanpassen op de weg? Want je legt eigenlijk meer je fiets wat platter dan dat je zelf plat in de bocht gaat. En in het wegwielrennen gaat er vooral zelf heel, heel plat liggen. Mm-hmm. Maar je zwaartepunt is gewoon lager. Vooral het gevoel van je zwaartepunt wat lager is, maakt dat je je fiets nog meer kunt platleggen. En waar je nog meer controle hebt op je fiets. En waardoor je volgens mij gewoon ook op de weg veel sneller kunt dalen. Ah, oké. Okay. Nu blijft dat nog altijd een redelijk... je zit op dat zadel redelijk hoog en soms voelt het nog altijd wat ongemakkelijk. Als ik nu bijvoorbeeld met de mountainbike op de weg naar beneden rijd, ik voel dat echt wel. Als ik mijn dropper omlaag is of niet, je voelt gewoon dat je veel meer controle over je fiets hebt. En ja. Ja, zeker van dat het op de weg ook is. Komt niet binnen 2 jaar zeggen dat je niet meer met een dropper rijdt, Jens. Ik heb echt mijn mening over de dropper. Serieus. Ik had precies een goede roeping gehad. Zo. Ja, maar dat is echt... Maar ja, goed. Only fools never change their opinion. Hè. Dat is bij mij zeker een vast geval met droppers. Ik heb dat op mijn fiets gestoken. Een vaste vork. maar na een week dacht ik echt... Jens, van een dommerik, zei je dat hier nooit meer heb gereden. Dat is echt zot. En zeker in Tokio, dat parcours had echt gewoon wel echt een voordeel geweest. Maar wel, goed, gepasseerd, hè. Nee, heb je ondertussen op je koers iets ook een dropper staan? Nee. Maar ik zou... op zich, mijn fiets, dat is gewoon... Maar daar moeten de buizen ook nog wel dik genoeg zijn, hè. Ja. Want, en je hebt bijvoorbeeld een aero... fiets gaat het al niet, hè. Mm-hmm. Dus moet ook een beetje... mijn hoortje reed toen ook met een speciaal, wel in een ander frame, omdat het op het huidige frame toen niet ging. Dus ja. Ja, en precies dat speciaal. Maar ik zie zo al voor mij dat volgende is waarmee dat ze aan het uitlachen zijn op de koers in Linden. Zo, hier, die redt met een dropper op zijn fiets. Ja. Ja, het zal, weet je, gewoon zo'n koers zou ik... Misschien gaat dat misschien minder zijn en het gaat ook misschien niet doorbreken of niet er komen, omdat dat voor de toeristen misschien minder interessant is. Maar ja, ja. Ik weet niet of het ooit komt, maar ik zou het zeker, als ik Jumbo-Visma ben en ik heb een quasi oneindig budget, ik snap niet dat ze dat niet proberen. Ja. Ja, bij Orbea, daar lanceerden ze een nieuwe e-bike. Gewoon een stads-e-bike en zo de vrouwenversie, waar je dan een kinderstoeltje op zat en daar stond een dropper op. En ik zei tegen de productontwikkeler, ik zeg, amai, dat is ook wel... we hadden daar een roekhaard mee doen. Ik zei, nee, maar als er een rood licht komt en er zit een kind achterop, jij laat je gewoon zakken en jij staat met je 2 voeten op de grond. Ja. Dus ook daar... Goed gezien, hè? Ja, inderdaad, ja. Dus maar ik moet dat nu wel tegen iedereen altijd uitleggen waarom er een dropper staat op de stadsfiets. Ja. Maar daarmee denk ik wel dat dat meer ingeburgerd gaat worden, dat systeem.
het lijkt mij een super, super handige tool daarvoor. Ik zeg het in de wereldbekers in de start, ja. Daarvoor zat ik echt zo gelijk een half een dwaas op die fiets. Heel ongemakkelijk te wachten tot het groen was. En nu zit ik heel comfortabel, net omdat ik eigenlijk mijn voeten perfect aan de grond kan zetten. En kan ik me tenminste focussen op starten in plaats van niet omvallen. Dus ja. Ik denk dat een supergoeie uitvinding is. En... Ja, inderdaad. En denk je dat ze bijvoorbeeld in het wegrijden, dat je ook om meer kracht te zetten iets lager kunt zitten? Of denk je dat geen optie is? Lijkt me raar. Ik kan me inbeelden, als je op een kasseistrook soms je zaal iets lager zet, dat je nog iets meer je fiets tegen de grond drukt. Ja, je hebt een lager zwaartepunt, hè, maar... Het zal niet goed zijn met je knieën, waarschijnlijk. Ja, kasseien, die trillen toch zo op die fiets. Dat zal sowieso niet goed zijn voor de knieën. Ja. Dat is voor niks goed, hè. Ja, nog iets waar je vorige keer een beetje van het afgestoten was gravel. Gravel, je snapte het niet helemaal. Ja, ik snap het eigenlijk nog altijd niet heel goed. Oké. Dat is eigenlijk, ja, alles wat ik chic vind van mountainbiken, dat kunnen we daar bijna niet terugvinden. Dus. Alhoewel, moet ik wel zeggen, een van mijn beste kameraden, Kevin Panhuizen, die is een echte gravelaar geworden. En die is 2 weken geleden in een gravelkoers gaan rijden in Polen. Ja. En tegenwoordig doen ze in een gravel ook al wat singletracks in de gravelkoersen. Hij zei dat de laatste 15 kilometer was singletrack. Dus als ze in die een trend opgaan, dan zien ze mij ook nog wel eens ooit in een gravelkoers. Ja, maar dus de kermiskoers van Linde is oké. Een gravelkoers is niet oké. Ja, het is wel oké, want ik zal vast en zeker nog wel gaan een gravelkoers rijden. Maar ja, een echte mountainbike marathon. Ja, het komt altijd veel cooler dan een gravelkoers. Hè, ja, maar je moet het dan niet meer zien als een wegkoers die dat zo wat leuker hebben gemaakt dan dat het een afgezwakte mountainbikekoers is. Ja, en ik vind het wel ook wel cool om te zien hoeveel mensen enthousiast zijn en een nieuwe passie voor fietsen hebben gevonden vanwege de gravelfiets. Maar de parcoursen mogen wel wat uitdagender, hè, dan was het tot nu toe zijn, denk ik. Ja, maar... Is het probleem niet een beetje dat je zit met gered onverhard in echt wel een peloton, terwijl op de mountainbike je vertrekt? Dat is meestal klinkberg op, dat wordt uiteengereden. En iedereen zit op zijn plaats. En gelijk bij een wereldbeker, hoeveel starten daar? 60, 70? Ja, meer, hè? 140. Ah, ja, toch? Ja. Nu nog. Ja. Dat gaat wel veranderen op termijn, denk ik. Maar tot nu toe is dat nog wel zoveel. Nu, ja, het is ook wel een beetje afhankelijk van het parcours wat je hebt. Hè. De gravelkoers wat je in Nederland zit gaan rijden, ja, dat is zo vlak als iets. Omdat je niks anders hebt. Maar dat was de max. Maar hoeveel is dat? Was verschrikkelijk met de gravelfiets. Ah, maar ik heb toch wel wat gravelaars gehoord die zeggen. Super vette koers, hè. Ah, nee. En ik heb die gewonnen, hè. Allee, in mijn wave, hè. Maar... Nee, want ik vind dan... Ja... Maar de meeste gravelkoersen zijn zo, hè. Want bijvoorbeeld Kevin zei nu dan in Polen, dat is ook, ja, daar zit ook wel wat stenen in. En die is in Schotland ook gaan rijden. Dat is ook ja, echte gravel, maar ja, wel ruw en... Ja. Maar het leuke is wel dat het zo verschillend is. Want ik vond ook Hugh van Lize, ja, ik vond dat niks, omdat ik zoiets had... Ja, maar ik heb thuis een mountainbike waar dit veel leuker mee is. Oké, niet sneller, maar... Het is een wedstrijd, dus je wilt zo snel mogelijk. Dus je remt met je gravelfiets. Maar dat waren ook inderdaad waren wel veel mensen die dat wel heel tof vonden. En dan vind ik ook van, ja, oké, dat is goed. En ik vond dat in Nederland vond ik wel echt... Dat vond ik wel heel plezant, eigenlijk. Maar het is eigenlijk... Als je dan een goede techniek hebt, dan kun je echt wel het verschil maken over de afdaling. Hè? Maar ik heb gewonnen, die... Jens. Ik heb gewonnen. Je techniek zal vast goed zijn dan. Maar zoals gezegd, hè, het is cool dat er veel variatie is in de parcoursen. En mij gaan ze ooit vast nog wel zien in een gravelkoers ook. Maar in Hoefalize dan in Holland. 1 oktober hier in onze achtertuin. Ik heb eraan gedacht, maar ik heb een wereldbeker mountainbike. Ah, ja. De Frans komt wel, hè. Ja. Allee, ik weet niet of we het al mogen zeggen dat we de Frans en kalender niet aan het spoilen zijn. Maar hoe zit dat nu? Is dat dus BK en EK op dezelfde dag? Maar dat is, je moet kiezen als je het BK wilt doen of het EK. Ja. Ik snap het eigenlijk ook niet. Gewoon, ik heb dan gezegd, ik ga het EK doen. En dan stag je bij de elite ingeschreven, maar denk ja, moet een bond dan niet doorgeven? Maar dat is toch... Ja.
Ja, dat is een beetje gek, maar ik denk dat EK er ook maar gewoon is bijgekomen op vraag van en dat ze dat eigenlijk meer een groot test-event is voor het WK, ja, een jaar later. Hè. Maar waarom doen ze dan niet gewoon EK en BK dezelfde koers en gewoon voor de BK-uitslag de niet-Belgen gewoon eruit schrappen? Ja, omdat je een EK is zogezegd enkel profs en een BK is met de verschillende licenties. Mm-hmm. Dus daar heb je elite 2, elite 3, dan de masters. Dus dat hangt daar heel hard vanaf. En een EK is enkel elite in principe. Maar op zich, heel veel die dan aan het EK gaan meedoen, zijn helemaal geen echte profs. Oh nee, dat ben ik. Hè. Dat, dus dat is dat ook wel, ja. Dat argument kunnen ze dan veel wat gooien. Hè. Ja, maar kijk. Ik denk dat het wel jammer is voor sommige Belgen die daar die keuze moeten gaan maken. En... Ja, maar ik ga straks misschien zeggen dat ik top 50... Europese gravelman, hè? Ja, oh ja, dat is of beter. Ja, hoger bekennen. Laatst op 50 beginnen. Ik heb vorig jaar al een WK gereden waar ik wel. Ik dacht dat je hier in het zonnetje ooit zijn. Ja. Veel rijk door op de power. Ja, maar ook wel. Ik denk dat, zoals in Nederland of zo, in het begin toch ook wel heel, heel nerveus koersen. Want dat heb ik ook wel gehoord van. Ja, dat niveau wel serieus gestegen is, ook in die gravelkoers. Dat er echt wel heel veel goede coureurs zijn en dat je echt wel goed moet opletten met positionering. En dat er echt wel het algemene niveau van de eerste groep is wel echt serieus gestegen. Ja, want ik zit dan nog in die andere wave, dus daar zijn er niet zo heel veel goeie. En positioneren, oké. Maar zo'n keer of 30 positioneren heb je het wel gehad. Of... Ja. Dat blijft gewoon achter mij. Als er een gatje valt, ik rijd dat wel dicht. Ja. Kunnen we gewoon even afspreken dat we niet gaan inhalen? Zo, ja, als er zoveel ze nu zo binnenkant bocht zo voorbij komt gereden en je eigenlijk allebei je bocht niet goed genoeg neemt, waardoor een gatje valt. En dan na de bocht, terug dat gat, moet je terug dat gat doen. Ja. Of het ergens iemand dat eraf gereden is, oh, ja, terugkomt, je binnenkant bocht voorbij rijdt en dan terug eraf gereden wordt. Digitande. Ja. Ja. Schaamteloos tegenwoordig. Maar goed. Maar dus geen EK of BK voor Jens? Nee. Maar moest ik geen wereldbeker gehad hebben, dan had ik het sowieso wel gedaan. Had ik sowieso meegedaan. En als de kalender volgend jaar wat... Als er een keer een gravel World Series in de buurt is en ik heb geen wereldbeker, of ik ben niet op stage, dan ga ik wel... Valkenburg is doorgegaan, hè. Gravel. Ja, dat is laarlijk, ja. Misschien volgend jaar, Valkenburg, als er nog een koers is, zou ik toch wel een keer doen. Ik vind het op zich, wat ik ook wel cool vind, aan de World Series format, dat zijn koersen van 3-4 uur, dat is zo de ideale afstand, of de ideale tijd. Van begin af, volle bak, niet te veel pokeren, niet te veel nadenken over voeding en dergelijke. Gewoon gaas van begin tot einde. Maar gelijk zo unbound, ja, 10 uur. Dat is tegenwoordig, moet je al meer tellen. Zoveel koolhydraten, niet te hard gaan, niet te veel energie verspillen. En dat vind ik wel een beetje jammer bij die ultra of die langere gravelkoersen. Dat is bijna allemaal tegenwoordig met een sprint van 7 man. Omdat iedereen niet te veel energie wil verspillen. Er is niemand die meer een keer iets zot doet, van begin af volle gas gaat. En... Ja, en ook, dat zijn ook atleten die dat... Allee, als jij je 2 keer recht zet, ja, dat kunnen die niet. Mm-hmm. Dus ook als jij je 2 keer recht zet, dan moet je wel bijgegeten krijgen. Zeker als je 4-5 uur bezig bent, natuurlijk. Ja. Want ik had zo die Keegan Svensson, dat is een mountainbike-collega geweest van mij, want ondertussen doet hij gewoon vooral gravel. En ik had eens in een file bekeken van Unbound. En dat is... Ja, die wachten gewoon... Die proberen gewoon zo weinig mogelijk energie te verspillen in de eerste uren. Om in de finale, in de laatste uur, daar heeft hij wel een paar zotte inspanningen gedaan. Zeker na 9 uur koers dan. Maar die moest gewoon echt wachten. Hè. En die heeft vorig jaar Unbound verloren in de sprint. Hij was dan tweede. Dit jaar gewonnen. Maar die wist perfect waar dat hij moest aanzetten, hoe dat hij dat moest doen. En omdat hij ook gewoon, die heeft dat allemaal tot in detail bekeken, die laatste 10 kilometer, hoe dat hij dat moest aanpakken. Omdat hij wist dat dat in de sprint ging eindigen. Hè. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer, vind ik. Terwijl de World Series, dat is gewoon gas open. En veel vaker is dat gewoon solo winnen. Omdat klopt. Het minder nadenken is. En vind ik wel cool. Ja. Dat trekt me wel aan in de gravel. Oké. Ja, ik heb u voor nog iets warm proberen maken deze winter. Ja. Enerzijds
toen ik hoorde dat jij kon langlaufen, vond ik je, en dat je het militair kampioenschap veldlopen redelijk goed gelopen had. En dat ik wist dat je papa dan een crosscup verleden had. Dat was enerzijds wintertriathlon en anderzijds crossduathlon. Maar ook daar, het paste niet echt in de kalender. En aangezien ik zelf al alle moeite had om geselecteerd te geraken, weet ik niet of dat... wat doe je gelukt dat die eens? De winterduathlon... Ik vind het wel fijn om de winter niet te veel te koersen. Ai. En lopen vind ik leuk in de winter. Die veldlopen ik gedaan heb. Dat is voor herhaling vatbaar. Ga ik nog wel eens doen. Heb je al spikes? Nee, nog altijd geen spikes. Maar ja, wat ik wel probeer, is elke week een keer te gaan lopen om te pezen en zo. We gaan nu spikes regelen. Dus, en dan misschien als het dan een keer weer veldlopen is, dan kan ik misschien wel echt met spikes lopen. Want nu, ik heb met dan gewone trailschoenen gelopen. En ik had wel echt wel een paar dagen spierpijn ook. Dus ik denk als ik... Met spikes nu... gaat dat nog erger zijn, maar gaat wel sneller zijn. Ja, maar als ik nu de afgelopen winter met spikes... Dat was echt niet goed gekomen. Terwijl als ik nu side project, veldlopen... Als ik dat... Dus ik loop eigenlijk... Probeer wekelijks te lopen eigenlijk met het achterhoofd. Schaffen, hè. Dus, wel, je hebt in schaffen met trailschoenen gelopen. Ja. En goed, hè. Ja, ça va, hè. Saai. Het kan beter, maar het kon zeker ook slechter, hè. Hoeveelste waarde? 19 of zo. Maar dat is wel echt zot. Ja, allee, 15 fondsen ervoor. Want dat niveau is super hoog, hè. Dat... Ja, nu, ik denk wel dat het de laatste 15 jaar wel wat minder geworden is. Maar toen ik heb daar meegedaan, ik weet niet wanneer, 2016 of... Nee, 2015, denk ik. Of 14 misschien. En dat was wel echt niet normaal, dat niveau. Dat dat wordt echt wel hard gelopen, hè. Ja, Dieter Kersen heeft het toch eens gewonnen? Die heeft dit jaar gewonnen. Of afgelopen winter. Ja. Heeft hij gewonnen of was hij tweede? Die was tweede, zoals denk ik. Dus er waren heel goede Fransen. Ik denk dat er 4 of 5 Fransen waren voor mij. En dan een hier of 2. Ja. En een Hollander. Maar ik was wel ook voor een aantal mannen van de militaire ploeg aan het lopen, dus dat was wel cool. Bij mij was Elin top 5 volgens mij Frans. Ja, en ik denk dat Simon de Kuiper, die liep dan bij de eerste 10 nog wel. Ja, Simon, Bart Borgs, die was juist iets voor u, denk ik. Ja. En weet ik, die zijn niveau kan ik meestal inschatten. Dus. Dat is mijn target, hè, volgend jaar. Hè, want, de Bart. Ja, want ik was eigenlijk wat te behouden gestart. Ik had me eigenlijk op de eerste rij moeten zetten, maar ik stond op de 4e, 5e rij. Dus in het begin was ik wel wat ver. En dan voelde ik van, shit, ik moet toch wat opschrijven. En op een bepaald moment kwam ik zo rond de plek, rond 30ste of zo. In ieder geval, ik kwam zo 40 meter tekort voor het groepje waar Bart Borges ook in zat. Maar die waren zo met 14, 15 man. En ik dacht, ik ga er proberen naartoe te lopen, maar ik ben eigenlijk toch redelijk de nek omgelopen. Ja. En dan was zo die berg op. En dan heb ik nog eens een effort gedaan, maar dan moest ik toch wel even bekopen in de laatste tour. Dus volgend jaar moet ik proberen iets korter te zitten en wat uit de wind. Ik zal u dat zeggen, scheelt wel, hè, denk ik. Ja, en ik zal u zeggen, als je in een veld op kop kunt lopen, moet je altijd doen. Gewoon voor de beleving. Maar ik heb nu heel de tijd op kop gelopen, maar op mijn eigen. Ja. En ja, op het laatste zo, dat groepje met Bart, die ging wel echt wel een pak rapper als mij. Uiteindelijk was dat wel een redelijk groot gat geworden tot hem. Toch wel, ik denk dat hij wel een minuut of zo voor mij was, maar... Oh. Maar we regelen nu spikes. Winterproject, hè. Ja. Ik ben wel nooit zo stijf geweest in mijn kuiten als toen die in één keer schaffen met spikes. Ik was dus nu al nog nooit zo stijf geweest met gewone trailschoenen, dus daarmee... Het is goed dat ik nu een beetje aan het lopen ben af en toe, voor dan misschien spikes te gebruiken, hè? Want anders komt het echt niet goed. Nee. Ik voelde dat al terwijl ik aan het lopen was, dat ik stijf aan het worden was. Dan weet je dat het slecht gaat zijn. Hè? Ja. Dat is zoals als je de eerste keer krachttraining doet en je voelt al zo... Wil u al stram zijn tijdens de oefening? Dan weet je al... We hadden twee pittige dagen. Of zo in een kajak, dat je zo al je bovenbenen voelt. Zo van... De Grand Raid of zo. Ja. Kajak? Grand Raid, hè. Ooit gewonnen. De Grand Raid heb ik ooit gewonnen. Ah, ja. Maar dat is niet een kajak, lijkt de echte kajak. Nee, dat is een toeristenkajak waar je met twee in zit, helemaal lopen. Heb je dat al eens gedaan? Een gewone, echte kajak? Maar daar kun je toch niet blijven inzitten? Dat is onmogelijk. Onmogelijk. Ja. Ik heb dat gedaan in Beerlek met de kajakkers. En ik zie wel dat dat niet simpel was, maar ik had
nooit van zijn leven gedacht dat dat zo moeilijk was. Dat is onmogelijk. Ja. Voor gymnastiek, je ziet dat en iedereen weet dat is nu een heel moeilijke sport. Mm-hmm. Maar kajak, dat is eigenlijk jammer hè, dat zo die kajaks zo stabiel zijn wat wij allemaal kennen, want iedereen onderschat hoe lastig die sport is, maar dat is onmogelijk om daarin te blijven zitten. Ik denk dat dan Arthur wel in de containerkuppen een klein statementje gemaakt heeft door iedereen daar belachelijk te maken. En dan, als ik dan bij nadenk hoeveel kracht dat die zetten in die beweging, dat is fenomenaal. Ai. Dat is ook chic om te sowieso, zien, hè? Ik had al sowieso keiveel respect voor, voor hun, Diesen en Hermine en Arthur en Bram. Super chic wat die doen. Maar als je dat dan eens kunt voelen, hoe onstabiel dat bootje is, zot. Echt een zotte sport. En okay. De kajakkers waren ook in Livigno op hoogte staan, hetzelfde hotel als mij. Die mochten wel veel eten aan het buffet. Ja, maar hoogte, verbrand gaat er wat meer. Ja. Ik mag daar ook goed eten. En het eten is ook niet goed daar ook. Dus, maar die raclette en zo. Ja, je kunt die opties wel kiezen. Ja, maar, ik heb toch voor de gezonde menu gekozen. Maar dus, die zaten dan ook dan boven en die Carlos, hun nationale coach. Die toffe gast. En in Bela gaat hij mij laten zien dat die een boot van Arthur dat die zo dipte. En dat ze daar aan het werken waren, aan die techniek. En dan, nu had hij dat nieuwe filmpje laten zien, hebben ze een specialere boot laten maken voor Arthur, voor hoe dat die kracht zet. En echt wel chic hoe dat hij nu vlak in dat water kan blijven. Dus volgens mij binnen een paar weken ook het PK-kajak. Ah, oké. Okay. In Duisburg, niet te ver van hier. Dat is interview. Dus, maar zoals ik zag op de filmpjes. Een vlag aan die vijver interviewen. Allee, Arthur! Maar op zich, dat is Duisburg in Duitsland, 2 uurtjes rijden. Ja, dat is waar. Niet te ver, hè? Dus de mensen die kijken willen zien, zeker de moeite, denk ik. En zoals ik het zag, voor mij als leek, zag hij er heel stabiel uit in die nieuwe boot. Dus okay. Misschien kan die wel voor de verrassing van de maand zorgen. Hè? Ja. Ja, cool. Ja. Jens, komend weekend, WK, allee, 5 augustus. Volgende week. Ah, volgende week, ja. Het begint van het weekend zeker. Mm-hmm. Begint deze week al met Gran Fondo, hè? Juist, wel, ik denk dat Gran Fondo misschien de eerste discipline is. Dus op een weekdag geloof ik dat hij al. Ik denk dat Gran Fondo de eerste discipline is. Ja. Nou, dus wij. 4-5 is ook downhill. Daarmee dat ik mis ben. Het is downhill 4-5. Wij hebben volgende week, dus... ik ben niet... 9 tot 12. Ja, dus 8 tot 12. De 8e, dus volgende week dinsdag, heb ik mijn kwalificatie van de shorttrack. Donderdag de finale van de shorttrack. Als je kwalificeert. Als ik me kwalificeer. Dan zie je niet jinxen, hè. Dat is wel slim, goed gezegd. En dan zaterdag cross-country, dus pittig programma, maar kijk er wel naar uit, ja. Hoe staat ervoor? Want ja, juist uw titel, een dubbele titel verloren. Ja. Nee, ik heb nooit de BK shorttrack. Ah nee, daarmee dat jij... Dat is pas 2 jaar dat we dat hebben. En nog altijd niet gewonnen, dus... Oké. Okay. Future projects, hè. Oké. Okay. Nee, dus ik kijk er wel echt naar uit. Ik ben een goede doen. Ik voel me ook goed. En de wereldbekers in juni waren wel echt waar ik was heel tevreden over. En ik denk dat ik wel een stapje in mijn conditie nog heb kunnen zetten sindsdien. Dus ik ben heel erg gemotiveerd. Het is moeilijk om te zeggen, zeker in de shorttrack, moeilijk om te zeggen wat er mogelijk is. Omdat ik heb geen idee hoe het parcours gaat zijn. En als het bijvoorbeeld een heel tactische shorttrack wordt, waar het eigenlijk eindigt op een sprint, dan gaat het minder mee liggen. Maar als het wel zwaar genoeg is, als het echt wel wat hoogtemeters in zitten, dan is dat iets wat mij zeker en vast heel goed moet liggen. En de laatste 2 wereldbekers in de shorttrack was ik 4e en 5e, dus ja, dan zit je er kort bij. Hè. Ja. Gaat uw techniektrainer aanwezig zijn? Ik ga bij de Zwitsers zijn, ja. Mee met de Zwitsers. Dus je gaat er ook wel... Ik ga hem benutten, zeker en vast. Want ik weet niet meer welke shorttrack dat ik gezien heb, maar dat was er één en dan begon je zo met stenen omhoog te rijden. Dat was de laatste shorttrack. Daar had je altijd een goede lijn of zo. Ik had er een heel goede... En dat was echt dankzij hem. Want ik had er eigenlijk niet op gelet op die lijn. Ja, op tv lijkt dat heel logisch. Want die is het snelste. Ja. Maar uiteindelijk, dat leek heel logisch, maar dus niemand deed dat. Iedereen bleef aan rechts, omdat dat was eigenlijk een rockarm omhoog.
En die laatste steen wat ik overreed, die was echt wel hoog. Die was zeker 40 centimeter, als het niet meer is. Dus als je dat op tv ziet, je het minder goed. Maar van waar wij kwamen, leek dat echt een super domme lijn. En die heel veel energie kostte. En iedereen bleef eigenlijk aan rechts, waar het iets beter liep. Maar dat stropte het daardoor. En het stropte heel erg op. En uiteindelijk, als je een goede bunny opdeed, kwam je daar eigenlijk op die steen zonder dat dat veel energie kost. En uiteindelijk kostte die lijn wat... Als je alleen rijdt, was die rechtse lijn altijd beter. Maar uiteindelijk, die linkse lijn was voor mij in de koers zeker en vast beter. En uiteindelijk heeft Pierre ook die lijn beginnen nemen in de short track. En een Amerikaan, Christopher Blevins. En die kwam na de koers echt tegen mij zeggen van... Ja, ik zag je dat doen. En dat was echt een super, super goede lijn. En ja, daar... Ik zelf had die lijn nooit genomen. Maar Oscar had die... Zien we zij in mijn verkenning probeert die lijn 2-3 keer te doen. En toen was ik overtuigd dat dat mijn lijn voor de koers ging worden. Maar moet het dan niet zo veldritgewijs dan niet rijden tot de laatste ronde? En dan... Ja, maar het ding is, in de koers bij ons was 20 minuten. En ik weet dat heel weinig mensen dat gingen doen, die lijn proberen. Omdat dat zag er echt niet uit. Dat zag er heel raar uit. Als ik de eerste keer in training dat deed, zat ik er ook niet juist op. Dus ik wist dat heel weinig mensen dat gingen doen. En voor mij maakte dat ook gewoon dat ik af en toe wat kon opschuiven in die rock. Ja, dat is waar. En dat bespaart mij een keiveel energie. Dus ik was... Ik heb misschien wat te vroeg mijn kaarten laten kijken, maar het was niet erg. Ja. Ja. Ja, mijn stelling was... Pierre en jij, zelfde trainer, alleen zelfde... Ja. Dus ik had ervan uit zelf de aanloop gehad naar het BK. Ja, we zijn samen hoogtestage geweest. Dan maakt de fiets het verschil. heb jij banden met Orbea? Met wat rijden ze bij Orbea? Met Michelin? Nee, ik weet het niet. Nee, Maxis. Met Maxis, ja. We hebben eigenlijk alles... Oh, dat is zeker het fiets die het verschil heeft gemaakt. Bijna alles identiek. Behalve het kader. We rijden met dezelfde vorken, dezelfde banden, ja, dezelfde zadels sturen, dezelfde groep. Dus eigenlijk onze fiets. Dus we kunnen echt... De stelling klopt, dus we hebben... Orbea heeft verschil gemaakt, eigenlijk. Ja, dat zou kunnen, hè. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Een goed verkoopsargument voor u. Ja, ja, natuurlijk. Ja, Jens, ik ga u... Ik heb dat eigenlijk voor u gedaan. Hè? Goed voor uw premie. Hè? Ja. Ik ga u bijspringen. Jij werd ziek van hoogtestage of zoiets teruggekomen, had ik gelezen. Ik ben de laatste dag ziek geworden daar. En nu, tegen dat zondag was ik niet meer zo ziek. Maar ik had een infectie opgelopen. En mijn ochtendpuls was 15 slagen hoger dan dat die normaal is. Dan weet je dat uw lichaam... Niet 100%. Ochtendpols, dat doen we niet meer aan mee. Het is HRV. Maar goed, mijn HRV die was ook de helft wat het normaal was. Ik heb hem zo laag nog niet geweten sinds dat ik mijn hoop draag. Dus, ja. En ik kwam van hoogte, hè, waar dat hem sowieso al wat lager was. Ja. Het was niet ideaal. En dat is jammer, want ik had wel graag met een fit lichaam, 100% fit lichaam aan de start gestaan. En gewoon een goede battle gehad met Pierre. Nu was het geen battle. Pierre was gewoon duidelijk beter. En die heeft dat meer als verdiend. Hè. Ja. Maar het is... we zijn concurrenten, maar eigenlijk vooral goede collega's. En ik vind het wel heel leuk om met hem een andere Belg te hebben die ook in de top 10 van de wereld wereldbekers rijdt. En het is gewoon heel leuk om... supergoeie gast en heel leuk om te zien hoe dat hij ook gewoon progressie maakt en hoe goed dat hij het doet. En, ondanks dat we niet voor dezelfde ploeg rijden, is het wel leuk om een Belg vooraan de wereldbekers te hebben. En, je hebt daar soms ook wel wat aan. Als ik vooral een moeilijk moment in de koers heb, dan kan hij soms kijken en zeggen van... niet echt zeggen, maar gewoon... Met zijn gezichtsexpressie zeggen van kom aan, probeer aan te haken. En dat is gewoon de kleine dingen in de koers die soms wel het verschil kunnen maken. En dat is wel fijn om iemand in de koers te hebben waar je goed mee verstaat. Ja, snap ik wel. Het is ook wel gewoon goed voor het Belgisch mountainbiken. Supergoed voor het Belgisch mountainbiken.
Het is gewoon goed. We zitten nu op dit moment samen met ons tweede top 10 in de wereldranglijst. Dat is sinds... Ja, Meirage Paulussen geleden. Sven Nys, al wel. Heeft hij nooit op 10 gestaan? Die spelen was dat? Die heeft wel ooit eens... Die is 18 geweest op de Spelen, maar... Ja, we praten over wereldbekers in Averboden. Ja, nee, maar die heeft, op zich heeft hij wel echt wel... koersen in de mountainback supergoed gedaan, hè, maar dat was... Die was wel ook... Maar die reed nooit een volledig wereldbekerseizoen, toch? Nee. Die was eigenlijk gewoon veldrijder vooral. Hè, en die pikte hier en daar wat wereldbekers uit wat hem goed paste. Die heeft ooit eens, volgens mij zelfs, podium gereden op het EK. Maar dat was een zoeter meer als het een halve apocalypse was. Ah, ja. Dus dat was meer lopen dan... Ja, eigenlijk was dat een mountainbike-koers, maar veldrijden. Is hij een derde geworden, dus... die heeft wel, maar zoals je zei, volgens mij is hij 9 of zo. Was hij op het spelen? Ja, ik denk dat hij 18 of 9 was. En dat was wel echt een zot resultaat, want dat was super vochtig. Dat was iets wat hem niet lag, minder goed moet liggen. En die heeft daar echt een super goede prestatie geleverd. Hè. Maar die heeft hier en daar ook wel redelijk wat Belgisch kampioen geworden. Ja. Denk ik. In mountainbiken. Sowieso. Ja. Topatleet. Maar twee Belgen in top 10, dat wil zeggen twee tickets voor de Spelen. Wel, binnen al, nee. Nog niet binnen. We zitten nu net voorbij halverwege onze Olympische kwalificatieperiode. En zoals in alle sporten is dat ook bij ons een zeer bizar systeem. Ja, ik herinner mij ook een uitleg vorige keer over Vlad Tascu. Vlad Tascalu. Ja. Die ik altijd verwar, omdat de Roemeense nationale trui op de Belgische... Is nu wel Europees kampioen, is het ja, maar hij rijdt ook niet meer zo goed. De laatste wedstrijden zat hem niet... Hij is Europees kampioen geworden, dus dat was supergoed. Maar hij heeft wel wat wisselvalliger geweest dit jaar, dat is zeker en vast waar. Maar het is... Wij kunnen ons niet individueel plaatsen voor de Spelen, wij kunnen ons enkel als land plaatsen. En dat werkt over een periode van 2 jaar, van mei 2022 tot mei 2024. Dus we zitten voorbij halverwege. En daarin tellen alle wereldbekers, alle EK's, WK's, BK's en nog een hele race, een kleinere koersen kunnen ook tellen. Dus, en de drie beste per land, de punten van de drie beste per land, tellen allemaal mee. Dus het is... Je hebt nog een derde nodig. We hebben een derde nodig. En dat was iets waar Pierre en ik aanvankelijk wel wat bang voor hadden, want wij zijn maar met twee Belgen die internationaal vooraan meedoen. En wij moeten opboksen tegen alle landen waar wij moeten tegen opboksen voor in de top 8 te staan, wat recht heeft op twee plaatsen. Die hadden allemaal drie. Ja. Goeie. Maar dus, wij doen het op dit moment dermate goed dat wij vijfde land staan. Bijna alleen maar van de punten die Pierre en ik hebben kunnen verzamelen. En dan de derde Belg, dat helpt er zeker en vast nog wel bij. Maar dat is wel, hij is rustig wat minder. En we hebben nu op dit moment wel een mooie marge opgebouwd op land 9. Dus moesten Pierre en ik niet gekwetst geraken, dan gaat België zeker en vast voldoende punten hebben voor twee spots op de Spelen te hebben. En dan daarnaast het pas eigenlijk de federatie die kiest wie gaat. Dus ja dus, dat is eigenlijk bij heel veel sporten blijkbaar zo, dat je als land kwalificeert en niet als individueel atleet. Zijn de selectiecriteria al bekend? Onze selectiecriteria zijn ook bekend. En dat zijn eigenlijk onze 6 beste individuele resultaten. En daarin tellen en de punten die gekoppeld zijn aan dat individuele resultaat. Enkel uit wereldbekers en WK, denk ik. Wow. Maar dan hebben ze nog een extra coëfficiënt toegevoegd. Bij dat punt wat je verzamelt, de punten van 2022 is maal 1... 2023 maal 1,5 en 2024 maal 2. Oh ja. Wat maakt dat je, als jij ja, je resultaten van 2024 zijn wel veel belangrijker dan die van 2022. Eigenlijk maak die van 2022 gaan niet meetellen in die 6 beste resultaten wat we individueel kunnen sprokkelen. Dus iemand dan nu nog wil beginnen mountainbiken? Het kan nog. Het kan nog, maar je moet wel snel zijn. Je moet snel zijn. Want je hebt nog maar 4 wereldbekers dit jaar en volgend jaar voor einde van de Olympische ranking, normaal gezien maar 2. Dus... Ja, maar ja, ik ga ervan uit. Dus je hebt een supertalent die gaat mountainbiken en die duwt een van de 2 uit de ploeg. Hè. Ja, ja. Dus die in... Mathematisch kan het. Dus Wout van Aert gaat mountainbiken en die
die wint een wereldbeker. Mathematisch zou die zeker aan vast... En ze selecteren... Nu, als hij een wereldbeker wint, dan verdient hij ook om te gaan. Ja, dat is vind ook wel... Ik. Ja, dat is ook... Ja, dat is echt zo'n ding. Ja, jawel, jawel, ja, dat is niet. Wist. Dat is een uitspraak gelijk die van een dropper. Ja. Heel ja. Maar je gaat rap moeten zijn. Je gaat hem dan door aan mee moeten doen. Dan. Ja, Valkenburg, hè, man. Ja, maar Valkenburg gaat waarschijnlijk pas na de Spelen zijn. Ah ja, ah, ja, ze gaan niet meer in het voorjaar organiseren. Pas, normaal, van wat ik gehoord heb, augustus 23. Maar zet het niet in het rijtje van de dropper dingen, hè, want... Nee. Ik weet het niet. Nee, daar gaan we niet op u. Daar gaan we niet op pakken. Ja, het zou wel cool zijn. Als dat doorgaat, ga ik super blij zijn. Het zou super vet zijn. Ik keek daar ook heel erg naar uit, omdat dan konden ook dat zelf eens gaan rijden. Mm-hmm. Ik wou sowieso een parcours en dan. Mm-hmm. Ik vind het altijd cooler als je dat gereden hebt. Maar ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar waarschijnlijk gaat het wel niet een super zot mountain bike parcours zijn. Ja, maar dus... ga voor ons nog altijd wow zijn, hè? Ja, ja. Maar als je ooit een keer echt een mountainbike-tour wilt doen, kan het fixen. Ah, een wereldbeker, hè? Parcours. Hè? Ik regel wel een teambordje. Kunnen we een tour doen. Hè? Ja, maar ja, ik moet er wel veilig af geraken. Ik wil niet zo die gast zijn vanuit In de Gloria op die piste in Gent dat daar zo staat. dat is wel mogelijk. Hè? Ja, ik weet niet wat die mountainbike-skills zijn, hè, maar... Hoeveel is er gewonnen, hè, Jens? De gravelfiets. Ik heb gisteren iemand horen zeggen... Mama, hier gaat Seppen ook wel niet afrijden, hoor. Oeh. Ja. Met wie zei jij gisteren gaan fietsen? Hendrik. Ah ja, met een Hendrik, ja. Ik heb van Ultra Hendrik, Mountainbike Hendrik, proberen te maken, maar... Maar die heeft met zijn mountainbike de dingen... Wel, ik dacht, die gast heeft 200 kilometer op zijn mountainbike gereden. Ja. Is aangepast, maar... Ja. Nog wel wat werk aan de winkel. Ja, we gaan nu even ook voor het dilemma stellen. Dus je moet de marmot rijden en je mag kiezen een koers... een koersfiets met een versnelling die misschien een beetje te zwaar is. Of een mountainbike. Eerlijk, als je met een 28 niet boven je raakt, dan moet je al een keer gaan nadenken dat de marmot misschien wel die koers is. Hè? Exact. Ja. Dus ja, maar hij wist echt niet waar hij aan begon. Hè, want de marmot rijden met een mountainbike is... 5 keer zo zwaar als de marmot rijden met een koersfiets met een 28. Hè? Dat zeg ik ook. Ja. Je had duidelijk nog niet lang met de mountainbike gefietst. De Helge dan toch? Ja. Ja, maar... Ja, hij wist niet eens welke wielmaat hij had. Ja, maar dat is... Ai. Maar ver, heel wetenschappelijke trainer, hè. Ja. Maar als je... Ai. Als je met een koersfiets in de bergen oprijdt of met een mountainbike, dat is echt... Ja, dat is een mega verschil, ja. Dus ik snap niet dat hij daar überhaupt aan begonnen aan, op die manier aan begonnen is. Ik vond het wel een beetje zwak van hem dat hij niet de ultra heeft gedaan. Ik vind als je dan toch... Als je begint op duur dat die mannen starten, voilà, moet het ook uitrijden. Dat vind ik ook. Ja. Ja. Maar gewoon al in rolweerstand bergop is dat een supergroot verschil. Bergaf ook. Je hebt echt nog stukken dat je die moet bijtrappen. Ja, ja, maar gelijk, ik heb ooit met de mountainbike... de Mont Ventoux afgereden. Ik was hier ook opgereden met de mountainbike. Dat was de enige fiets dat ik toen mee had. En ik moet wel zeggen, ik heb superveel wielertoeristen bergaf ingehaald, gewoon omdat die wat inhouden in die bochten, terwijl met die mountainbike ze de veel stabieler, gaat veel rapper door die bochten. Ik denk toch dat ik een kol rapper afreed met een koersfiets dan met een mountainbike. Ja, ja, ongetwijfeld. Jij zeker. Maar die dag op de Mont Ventoux heeft er geen ene mij voorbij gestoken bergaf. Ze. Dat... Ja, ja. Dat... Ja. Dus Hendrik durfde er niet af en beweert dat ik ook niet... Hij zei, ja, hij zei, oh nee, die man daar rijdt hier ook niet af. Nou, waar was dat dan? Ja, een Stoemel. Ah. Oh ja, oké, dan kan het wel. Ja. Maar ik heb parcours van Oefalies... Het was niet zo zot. Het viel echt goed mee. Als dat Wallonia Cup of zo was geworden... Dat was een pak moeilijker dan wat we gisteren hebben gedaan. Ja. Ja. En ik heb... Je hebt allemaal gedaan? Ik heb 3 ronden of zo gereden daar toen. De eerste is wat gewandeld geweest. En zo de tweede ronde is er wat gevallen geweest. Of met een fiets moeten laten vallen in bepaalde dingen. En de derde ronde heb ik die volledig gereden. Nice. Dat is wel chic. Ja. Dat is fijn, hè. Mountainbike. Ja. Dat zijn dan moeilijke obstakels. Maar als je het dan toch kunt doen, dat is keiveel voldoening, hè. Ja. En vooral, je hebt zo die eerste keer dat je zo iets super stijl, dan denk je echt... Ja, deze was dom. Allee, en dan vertrekt hij en is dat eigenlijk... Moet je gewoon in het spoor van die voor u durven rijden. En dan
komt dat wel goed meestal. Hè, dat... Dus dat, hè, dat is gemaakt omdat dat rijbaar is. Hè. Dat is ja. niet gemaakt omdat... Ik heb eens een EWS-lijn in Boltanja in de Pyreneeën gereden, naar beneden. Waar dat? In Boltanja, dat is zo in de Pyreneeën, zo van de EWS van de ja. Enduromannen. Ja. Schrik van mijn leven gehad. Maar ja. misschien met een enduro lukt dat. Ja, dat was wel... Ik had wel een enduro. Ja. Maar ja, ik heb daar ook mijn pink gebroken. Ah, okay. Moet je eens raden hoe. Ja. Dus ik rij beach races. Niet gewoon gevallen waarschijnlijk. Nee, dus ik rij beach races, dan is mijn stuur zo breed. En dan... Ja, is dat zo breed? Pinkske blijven hangen. Ja, ai, tussen een boom en... dat kan tegenstaan. Hè? Ja. Ja, dat heeft gespijn. Ik heb zo'n keer eens met een pink uit de naak gehad. Ah ja. Ja. En ik had handschoenen aan en ineens stond mijn handschoen zo. Dus ja. Zelf terug. Maar nee, ik ben wel naar het ziekenhuis gegaan, want ik wist niet hoe of wat. En in het check is een dokter heeft dat rechtgetrokken. Dus dat was goed. Maar... Trek eens aan mijn vinger. Maar het is effectief zo, want ik was dus op de Europese Spelen in Polen. En waar wij onze koers hadden, dat was ook taekwondo. En er was een Belgisch meisje wat er een gouden medaille heeft gewonnen. Dus ik was gaan kijken. Sportgeschiedenis gezien. En daarna was er nog een mannenwedstrijd voor brons. En een van die twee taekwondo's had dat, zijn pink, zo. En die zei van, tegen de official, of de medic, ah, trek dat gewoon aan, dan komt dat aan orde. En die zei, nee, dat gaat niet. En dan was hij aan de coach gekomen. Even rap getrokken, pinkske terug op de juiste plaats. En terug vechten. Dat was chic. Vertekken, ja. Dat was een... Die ging ervoor. Ja. Wel geen brons gehaald. Oké. Okay. Vanaf nu altijd zo het mopje met je handschoen, zo je vinger eruit en dan die pink scheef zetten. Zo. Het is weer vandaag. Ja, die Europese kampioenschappen, ja, wij snapten dat niet zo goed, maar je hebt er precies wel deugd van gehad. Ik snapte het eigenlijk ook niet goed. Het was heel ingewikkeld ook. Want voor sommige sporten was dat een EK en voor sommige was dat... Gewoon Europese Spelen. En dan had je Olympische sporten en niet-Olympische sporten. En ik denk, een atletiek, dat was dat zoiets speciaals, meer een landencompetitie. Ja, dat was een interland, hè? Ja. Mm. Het was vreemd. Maar voor ons was het gewoon ook effectief het EK. Ah, ja. En we waren met vier elites bij de mannen. En er waren twee gasten bij die... Ja, dat was in eerste EK bij de elite, maar dat was wel echt met het Olympisch Comité. Dus iedereen kreeg dan ook zo dat kledingpakket. En die gasten waren echt wel super blij en trots om dat te ontvangen. En op zich was het wel een groter event dan een gewoon EK. Maar het was wel ook heel verspreid over Polen. En het was heel goed georganiseerd, moet ik wel zeggen. Maar het was niet altijd heel duidelijk. Het was zo precies zo een samenraapsel van... sporten waar ze nog een EK voor moesten organiseren. En, bij de ene sport al wat groter dan bij de andere, maar supermooi event. Maar ja, zo onduidelijk dat het voor u was, zo onduidelijk was het voor mij. Oh ja. Geen tattoo laten zetten van de Europese Spelen? Nee, maar ook ja, nog altijd niet van de gewone. Dus. Oh nee, ja, daar heb je nog recht op. Hè, ik heb daar nog recht op, maar ja, tot nu toe ben ik nog altijd niet overtuigd. Nee. Nee. Oh, ja. Ja, je hebt nog een speler die eraan komen, hè? Ja. Ah, het is nog een jaar, hè? Ja, tenzij Wout u uit de ploeg knikkert. Maar ik heb gezien dat parcours voor de wegrit op zijn lijf geschreven is, hè? Dus die gaat misschien toch gewoon voor de wegrit kiezen. Misschien gaat hij dubbelen, hè? Dubbelen, ja. Trippelen, tijdrit. Maar ik heb ook al een aantal beelden gezien van het parcours van de spelen van ons. En ik weet niet als hij dat gaat. Doen. Nee, parcours. Trappen naar beneden? Nee, maar echt wel serieuze jumps. Ja? Ja. Verre jumps. Ja. Ai, hoor. Plankje of geen plankje? Ja, ze hebben wel geleerd van iets mee. En ze hebben verre jumps gemaakt, maar meer tafels. Ah, ja. Dus dat er niet een gat is waar je het domme excuus van dat plankje kunt gebruiken. Ja, want op zo'n tafel neerkomen, dat... Dat zegt uw fiets ook meestal. Dan trekt die wat open, ja. Ja. Oké. Okay. Maar ja, dus... Want ik weet eigenlijk niet of ik dat mocht zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Bart de Vocht,
Die bouwt? Die is mee aan het bouwen en het parcours van het spelen. Okay. Dat is wel supercool. Ja. Die heeft mij wat sneak peek, sneaky foto's doorgestuurd. Maar we hebben onze test-event einde september op de Spelen, op het parcours van de Spelen. Dus ja, ik ben benieuwd. Mooi, tof. Ja. Wat heb je op de Europese Spelen? Heb je taekwondo gezien? Heb je nog sporten gezien? Nee, ik heb alleen mountainbike en taekwondo gezien. En breaking was ook op de locatie waar wij zaten. Maar dat was pas de week daarna. Dus ik heb niks gezien. Okay. Weinig gezien. Maar ik heb een taekwondo gezien. Waarschijnlijk had ik nooit in een taekwondo-hal terechtgekomen. En toch weer afvinken, hè. Ja, zwaar. Ja. Ja. Dat was wel cool. Ik vond het wel eens cool. Ik snapte er wel niet veel van in het begin. Want die mogen van alles doen en die moeten dan punten scoren, maar... Het is dan... niet omdat die een trap geven dat punt is. Voilà, dat vond ik super verwarrend. Dat is toch hoofd en hoofd? Ja. En dan als die zo'n pirouette maken en dan raken, dan krijg je die nog meer punten. Ah. Maar het moet hard genoeg zijn. En als die gelijk raken, is het hardste, denk ik, die het scoort. Heel vreemd. Maar ja, België heeft gewonnen, dus dat is goed. Hè. Ja, mooi. Ja. Tot aan het WK volgend jaar. Volgende week, hoe ziet u... Ja, uw weken er nog uit? Dus wij vertrekken zondag. En ik heb eigenlijk morgen nog, begin van deze week, nog een zware training opstaan. Maar voor de rest is het wel echt redelijk rustig, omdat ik eigenlijk... Jij gaat koersen in Linden, hè. Gaat jij in Linden? Ik ga sowieso. En wat geven ze voor weer ondertussen? Want vandaag gaan ze ook super slecht. Maar ik heb 3 uur gereden en geen druppel regen. Ja, maar als ze slecht weer geven, ga ik altijd koersen, want dan denk ik, ja, ik ga liever 120 kilometer in de regen koersen. Ja, maar ik wil ook wel echt zeker niet vallen, eigenlijk. Maar jij kunt toch goed sturen? Ja, maar... Normaal zijn ze weer een voor u op uw klote. Je weet hoe dat gaat, dat is niet... Dat is, nee. Ja, dat is waar, ja. Vorig jaar, of 2 jaar geleden, Linde, waar zag ik u? Achteraan peloton, 50 meter achter het peloton, hè? Dat was niet zomaar, hè? Nee, klopt, exact, nee. Alles voor mij. Of voorbij het peloton. Ja, nee, maar toen heb ik het niet meer gezien. Hè. Nee, dat is waar. Nee, maar, dat snap ik. Ja, ik moet niet echt een training doen wat overeenkomt met een wegkoers. Dus. Wat is een zwaar training dan? Ik heb een VO2 max training morgen opstaan. Dus dat is maar redelijk pittig. En echt op de mountainbike ga ik doen. Veel inspanningen van 40-20's, 1 minuut, 2 minuten. Oké. Het gaat pittig zijn, maar dat hebben we graag. Hè. En uiteindelijk is het al, volgende week dinsdag, is het al eerste koers. Dus ik wil ook wel zorgen dat ik wel goed genoeg uitgerust ben tegen dan. Ja. Dus, op zich, de zwaarste trainingen zitten daarop. En morgen is het nog redelijk zwaar. En dan doe ik nog wel een aantal hitte-sessies. Alias Zwift-sessies. Met een regenjas. Met een regenjas aan. Dat is zwaar, maar op zich staat dat nog. Hè. Ja. Zonder ventilatie. Maar dat is, ja, je voelt gewoon dat je het echt heel warm krijgt en dat je heel erg zweet. Maar dat is niet super intensief qua hartslagen. Of, het is niet dat je lichaam, gelijk een echte intervaltraining, dat gevoel heb je niet, vind ik. Het is uiteraard wel zwaar omdat je het zo warm krijgt en omdat je heel veel zweet, maar op zich is dat wel redelijk goed te verteren. En dan zondag reis ik al af, dus niet meer zo zware trainingsweken. Ja. De uitzendrechten, zitten die voor het WK ook bij GCN of is dat te volgen op Sporza? Geen idee eigenlijk. Mag Sporza open, hè? Ja, ik hoop het dat Sporza een inspanning doet, maar geen idee. Wie geeft er een commentaar bij, eigenlijk? Bij Eurosport zijn het 2 Hollanders. Die... Nog altijd Bart Brentjes van op Red Bull. Brentjes is overgestapt van Red Bull naar Eurosport. Die zat mee in een deal, waarschijnlijk. Ja, of die heeft opportunistisch gekozen voor zijn eigen portefeuille. Ja. Want Rob Warner die is wel echt bij Red Bull gebleven, omdat hij ook veel andere... Evenementen doen voor Red Bull. En dat was wel echt legendarisch, hè, die zijn commentaar. Nu zit er een ander in Brit. Ik heb er nog niet naar geluisterd hoe dat hem het doet, maar Rob Warner overtreffen, zeer moeilijk. Hè? Ja. Is dat hier van onze intro? Van Danny
Ja, Danny Hart. Ja, dat is hem. Dat is hem. Ja, cool. Dat is ook een ex-downloader geweest. Ja. Coole gast. Ja. Ja, wat ik mij afvraag, in het wegwielrennen, is dat zo dat je, als je naar wedstrijden gaat, je hebt thuis heb je een reservefiets en de ploeg heeft je wedstrijdfiets. Is dat in mountainbiken ook zo? Of? Ja. Ja. Ja, dus jij moet niet altijd met een fietskoffer reizen. Nee, nee. Ik heb meerdere mountainbike-foelies die eigenlijk allemaal zelf zijn afgesteld. In het begin van het jaar deed ik het wel nog, omdat mijn tweede wedstrijdfiets er nog niet was. Maar nu heb ik gewoon twee wedstrijdfietsen die eigenlijk gewoon met de ploeg naar alle koersen gaan. Wereldbekers en de grotere koersen. De kleinere koersen doe ik eigenlijk op mijn trainingsfiets. Als ik dan zonder mijn staf van de ploeg wedstrijden doe. Maar dus al ons materiaal. We hebben onze servicekoers in Innsbruck in Oostenrijk. En al mijn wedstrijdfietsen zijn daar. En elke wereldbeker heb ik twee wedstrijdfietsen. Waarom twee? Vooral als er last minute iets zou zijn aan mijn eerste fiets, dan kan ik heel snel overstappen. Maar dat is wel echt fijn om niet met een fietskoffer te moeten reizen. Ja, natuurlijk. Zalig. Vorig jaar heb ik dat wel heel vaak gedaan. En ja, dat is toch een heel gedoe altijd. Hè. En dan zeker, ik vlieg heel veel met Brussels Airlines. En onze all that shit. Travel agent, die boekt nooit die fietskoffer. Dus ik moet dan altijd bellen. Ja, je moet bellen, hè. Je kunt dat niet online. Ja, dan zit je. Ja, maar dat is echt, hè. Je kunt het dus niet online. Lufthansa kan dat wel, maar Brussels Airlines blijkbaar te moeilijk. Je moet altijd bellen en dan komt er daaraan en zeggen: ja, maar meneer, dat is niet in. Dat weet ik niet of dat. Maar eerst voordat je belt, dan zit je in de wacht. En uiteindelijk kom je ergens met een Indiër in contact. Die, ja, wat je moet vertellen wat je nodig hebt. Super gecompliceerd. En dan ook nog eens, dan denk je dat het in orde is en de helft van de tijd inderdaad. Ja, maar nee, er is geen plaats. Ja, nee, komt aan dan zegt ze, ja, ik ga toch even moeten bellen om te kijken of die mee kan. Denk je, waarom? Maar, dus, het kan altijd. Dus ik moet wel zeggen dat ik nu tegenwoordig ook wel het beu ben om te bellen naar Brussels Airlines in India. En dat ik soms nu ook gewoon aankom en dan denk ik hetzelfde liedje. Hè. Ah, moet je kijken als er plaats is, maar er is eigenlijk altijd plaats. Ah ja. Ja. Ik moet het lot niet tarten, maar tot nu toe is er altijd plaats geweest. Ik heb één keer echt schrik gehad als we naar Veilen vlogen, want dan zeiden ze dat ook, maar dat was zodanig klein. Ah. Naar Veilen in Denemarken. Ah ja, dat ken ik. Legoland. Ja. Billund is denk ik de luchthaven. Ja. En dat was zodanig klein vliegtuig, Poppy, ik weet niet of je dat nog weet, mm-hmm. dat ik echt wel dacht, ja, ik zou wel eens kunnen. Dat je niks hebt. Dat er geen fiets in gaat raken, maar dat is gelukkig mee. Allee, gelukkig. Ik weet niet of ik daar gelukkig van werd van die wedstrijd. Ja, maar dat is ambetant, hè. Als je afhankelijk bent van een vliegtuig voor je fiets. Ik heb dat een keer eens gehad met een wereldbeker mountainbike. En ik was op dinsdag naartoe gevlogen en op zondagochtend had ik mijn fiets. Okay. Dus ik heb alleen parcoursverkenningen op de voet kunnen doen. En ja, bijna blind dat parcours moeten rijden, dat is wel betant. Ja. Air Canada, slechte ervaringen. Ja, Canada, dat is ontzettend het grote probleem voor fietsen. Niet normaal. Ja. Niet normaal. Ik denk dat ik er nu 8 keer ben geweest en 4 keer dat ik problemen heb gehad met de fiets. En dat is, ik moet wel echt zeggen, dat is de enige bestemming waar ik mijn fiets al kwijt ben geweest. Nou ja. Oké. Okay. Ja. En hoe gaan ze nu naar Schotland? De federatie gaat met kabinetten. En vanuit de ploeg vliegen ze eigenlijk rechtstreeks vanuit Amerika naar Schotland. Nou ja. Dus je fietsen gaan met die... Ik ga nu mijn fietsen gewoon aan de federatie meegeven. Ik heb alles hier. We hebben alles hier gelaten na het BK. Nou ja. En dat was het makkelijkste. En dan, ja, die komen ook terug met de federatie. Dat is wel handig. Nou, tuurlijk. Oké. Okay. Moeten we ons daar geen zorgen over maken? Dat... Nee. Ik ga fietsen hebben, dus dat is wel goed. Je zei dat je het parcours van de short track nog niet kent. Nee. Ken je dat van de cross country? Ik heb wat filmpjes gezien. En dat ziet er heel cool uit. Ze hebben een paar heel coole hindernissen gemaakt. Het zijn de parcoursbouwers van de Spelen in Rio en van Tokio. Die nu ook dan deze opdracht hebben gekregen. En ja, ze hebben daar wel echt een werk in gestoken. Het ziet er heel cool uit en ja, het is ook wel
fysiek best wel zwaar. Het zijn twee redelijk steile klimmen van 3 minuten. En dan afdalingen, volgens mij grotendeels flowy, maar dan af en toe ook wel een goede jump erin. Zoals het moet dat tegenwoordig. Hè. Dus ik kijk wel echt naar uit om het parcours te rijden. Ja, Schotland modder toch? Ja, maar ze hebben er wel echt een werk van gemaakt om er geen modderpoel van te maken. Dat is het ergste. Dat ze dat zeggen. Ja, maar ik denk dat ze echt wel goed gewerkt hebben. Want die gasten die hebben dus ook op de Spelen in Tokio. Ja, als die daar niet dat te goed hadden gemaakt, dan was het daar echt een puin op geworden. En die hebben dat echt wel goed opgelost. Dus die hebben wel de ervaring om water buiten het parcours te houden. Dat is echt zot. Die hadden op de Spelen een heel drainagesysteem gemaakt. Voor als er een stortvloed was, om het parcours rijdbaar te houden. Oh ja. Dat heeft keigoed gewerkt. Ik ging je juist zeggen met welke Maxxisband ik al 6 keer de hel gevonden had. Welke? Maxxis TT. Maxxis TT? Ja, ik weet niet of je dat nog vindt, maar dat is een hele smalle band. En die, dat is eigenlijk dat is een beetje een motocross profiel. Het zijn gewoon allemaal vierkantjes. Ja. Maar doordat dat zo'n smal is, staan die heel dicht op elkaar, waardoor dat die goed rolt, maar je hebt daar echt nog veel grip mee in. Het is eigenlijk ook echt wel een verredelde tractorband. Dus als ik ooit de hel wil doen, dan moet ik voor een TT gaan. Als je ze nog vindt, maar ja, je hebt connecties bij Maxxis, vermoed ik. Tegenwoordig rijden wij met de Aspen, de gekende band, maar er is nu een Aspen ST. Dus dat is een super lichtlopende band en dat gaat misschien nog beter zijn als uw TT. Want dat gaat wel echt een redelijk moderne compound van rubber zijn. En die bolt supergoed ook, moet ik zeggen. De banden zijn altijd te breed tegenwoordig. Ja? Ik heb een smalle band nodig om door de modder te snijden. Ja. Dus dat is zoals vorig jaar keihard bevroren, maar dan had ik even een bandensponsor, waardoor ik... Oké. Met een merk moest rijden. Je moest je Maxxis in zwart kleuren. Nee, dat moet ik alleen op het strand doen met mijn Scholmus. Ah, oké. Maar ja... Het is wel moeilijk altijd, vind ik, een bandensponsor, omdat zeker als je veel dingen doet, ja, je hebt sommige merken die keigoed in mountainbikebanden, sommige zijn goed in gravel, sommige in wegbanden. Maar als een band wat minder is, zijn ze soms wel gecharreld natuurlijk. Mm, dat scheelt echt veel. Ja. Naar rolweerstand, naar grip. Ja, Maxxis bijvoorbeeld... doorsnee iets zwaardere banden. Ja. Dus hebben mij altijd gezegd, omdat Schwalben is een echt Europees merk, dat je dat in Amerika bijna niet gaat zien, omdat dat echt zo licht is en voor meer rotsondergronden en zo, dat het wat moeilijker is. Maar ja, Maxxis is altijd iets zwaarder, maar je hebt daar wel weinig shit mee gehad nog nu toe. Zeer weinig shit, maar ook zeer goed qua rolweerstand. Ja, voilà. Ik heb nu wat connecties via de Zwitsers en die doen eigenlijk allemaal testen met alle banden. En Maxxis komt er eigenlijk samen met Schwalben uit als de beste qua rolweerstand. Dus ik ben er ook echt super blij mee met die banden. Heel, heel content zelfs. Ja. Maar, ja. En de wegbanden? Ja, ik rij met zoiets tussenin. Gravel... wegband, want ik heb ze nu steken en het zijn 32 banden, maar ze zijn eigenlijk 34. Maxxis Refuse noemt het. Ja. En, ja, het is wat breed voor een koersfiets. En het bolt minder goed, maar ik denk ook omdat het naar lekbestendigheid heel goed is. En eigenlijk is dat het idee wat ik nodig heb. Maar ik denk die specifieke band waar ik nu mee rijd, dat niet het beste is voor de koersen, nee. Oké. Ja, over de weg gesproken. Je had vorig jaar ook even bij Beat Cycling gereden. Mm-hmm. Ik was grote fan van uw wegcarrière. Ja? Ik denk dat ik zo echt degene was die zo in Mallorca je daar aan het koersen was, die elke dag ging kijken. Oh, dan zat nog in de groep van Valverde en zo. Ja, dus nu ook even... On hold, hè? On hold, ja. Ja, ja. Ja, vertel. Ja, vorig jaar was ik eigenlijk heel blij dat ik dat kon doen, bij Beat gaan wat wegkoersen doen, omdat ik dat ook wel nodig had. Ik had toen echt wel, na de spelen, wel zo'n beetje een dipje, zal ik maar zeggen, en wel nood aan een keer iets nieuws. En
ai, ik had altijd wel ergens in mijn achterhoofd wegkoersen. Zou ik nog wel tof vinden, denk ik. En ik wou het wel wat verkennen. En ja, met beat kon ik dat doen, want het was niet zo heel simpel om daar een ploeg te vinden die min of meer de koersen reed wat ik graag zou willen doen. En zelfs eigenlijk dat bij beat was eigenlijk niet helemaal mogelijk. Omdat ja, die moeten ook startrecht krijgen. En ja, denk ik, Mallorca heb ik kunnen rijden, Ronde van België. Flèche du Sud, wat een... Ik heb dat ook wel eens gereden. Ja? Dat is toch cool? Wauw, dat is wel cool. Ja, maar het probleem was dat wij... Ze dachten dat wij... Dat was bij Nieuwe Optielen. En ze dachten... Dat was Bianchi Lotto, noemde dat toen. Ja. En ze dachten dat wij een satellietploeg waren van Lotto. Dus wij reden die koers een klein beetje... Mm-hmm. Allee, heel klein beetje veel boven ons niveau. Dat was verschrikkelijk afgezien. Ah, ja. Ja, dat was met Bobby Jungels en met... Ja, ja. Met de Quebec-ploeg, die toen nog... Ja. Ja, nog niet... Pro-continentaal was, maar daar kan hij doen. En dan hadden we nog de Leopard Trekploeg. Mm-hmm. Die ook echt super, super goed, in vergelijking met ons. Mm-hmm. met mannen die een week congé moesten pakken daarvoor. Ja, ja, dat was ook niet vlak, hè, daar. Ja, ik vond het eigenlijk dat het... Ik had gehoopt dat er wat meer bergop was. Want... Ja. Maar wel, er waren wel een paar ritten bij die wel mooi waren, met langere klimmen. Maar... Nog een tijdrit in en zo. Maar nu, het jaar dat ik... Dus vorig jaar dat ik gereden heb, dat was altijd ook finish. Ja, de top van de laatste klim, buiten één rit, was altijd 10 kilometer voor de finish. En ja, ik heb zo 2 ritten gehad dat ik wel weg was op die top van de laatste klim. Maar ja, dan moet je terug naar beneden en vlak. En je kunt gewoon niet op tegen... Nee. Dat bleef dan altijd zo 20 man over, maar je kunt daar niet tegenop om echt voorop te blijven. Ja. En dat was ook inderdaad wel echt wel een mooi niveau. Ik heb daar eigenlijk wel goede herinneringen aan dat wegavontuur. Omdat dat was echt wel een hele fijne groep, een hele fijne ploeg ook. Maar ik had er eigenlijk gewoon te weinig tijd voor om mij daarop voor te bereiden. Ik had bijvoorbeeld de Ronde van België gereden en dat was... Ja, de 3 weken daarvoor had ik misschien 2 keer op een koersfiets gezeten. En ik kwam rechtstreeks van de Wereldbeker Mountainbike om dan de weg Ronde van België te rijden. Ik reed een tijdrit, maar ik had dan... Ja, 1 keer ooit op een tijdritfiets gereden. Dus ja, dat was altijd nooit echt voldoende tijd, denk ik, voor om echt me daar helemaal in te smijten. Omdat uiteindelijk, ja, ik verdien mijn geld met mountainbiken. Dus ik kon daar ook niet echt op dat moment veel meer tijd in steken. En ik was eigenlijk al heel blij dat mijn mountainbikeploeg vorig jaar mij de vrijheid liet om de wegkoers te rijden. En dat is dit jaar ja, wel wat moeilijker, want ik betaal door Giant, dus ik moet sowieso op Giant fietsen rijden dan. En ik wist ook wel met de spelen in het vooruitzicht. De kalender gaat gewoon te druk zijn om nog koersen te rijden. En vorig jaar was dat. Soms reed ik 12 weken achter elkaar wedstrijden. Omdat ik de vrije weekenden deed ik een ronde op de weg. Uiteindelijk heb ik niets. Ik had in totaal had ik maar 14 koersdagen. Maar ik had te weinig tijd. Ik had ook nooit eens een weekend vrij. En op een bepaald moment was dat ook gewoon wel te veel. Dus nu, op dit moment alleen mountainbike. Maar. Zeg nooit, nooit. En misschien dat er wel ooit in de toekomst met Giant een optie is om nog een aantal wegkoersen te rijden die ik heel graag zou willen rijden. Het zou wel cool zijn. Welke staan op je lijstje? Welke wegkoersen? Zeg nu niet Strade Bianchi, want dan moet je gaan gravelen. Hè. Ik zou heel graag zo rondjes van een week zou ik tof vinden. En genre Catalonië, Zwitserland, Romandie, die dingen. Tour of the Alps, zoiets. En dan Luik Bastenaken-Luik. Ja? En Amstel Gold Race. Dat zijn mijn 2 favorieten in de koersen. En Giant heeft op dit moment 2 ploegen die koersen rijden. Dus misschien dat wel mogelijk is. Jayco Alula. Ja. En... Kern Pharma, het Spaanse ploeg. Die rijden ook op Giant. Okay, maar ik heb gehoord dat er wel heel wat een stoelendans gaat zijn. Ja, dus... Geen idee. Ik heb... Dat is het insider-info. Ik heb echt geen idee van. Geen idee van wie met wat gaat rijden van het jaar. Nee, ik ook nog niet. Maar ik hoor gewoon dat er heel veel veranderd gaat worden en dat er heel veel contracten aflopen. En dat er... Okay. Maar ik weet ook niet wie dat van het jaar... Anders zou ik het gewoon wel zeggen. Hè. Ja? Ja. Of je wilt het niet zeggen. Nee. Nee, maar op zich... Volgend jaar is wel de spelen mijn hoofddoel. Ja.
Maar daarna zou ik wel... Als ik de spelen doe, dan zou dat mijn derde spelen zijn. Wat wel een supermooie achievement zou zijn voor mezelf. Nou, dat is een tatoeage waard. Ja. We zullen zien, hè. Maar ik zou ook wel... Ik doe mountainbike, wereldbekers vind ik altijd het chicste. En die weg, dat gedeelte wat ik op de weg heb gereden, heeft me nog meer doen inzien hoe leuk dat mijn sport is. En vooral ook hoe veilig het eigenlijk is. Dat klinkt heel gek dat mountainbike veilig is, maar ik was verschoten hoe gevaarlijk wegkoersen is. En dat was ook een beetje wel mijn probleem. Ik remde te veel omdat ik niet die risico's wou pakken wat sommige anderen pakken, omdat ik de week daarna moest ik een wereldbeker mountainbike krijgen. En ja, ergens is dat ook een beetje een zwak excuus, maar dat was effectief veel gevaarlijker als ik dacht. In mountainbike heb je het veel meer in de eigen hand, denk ik. Veel meer in eigen hand en dat had ik wel echt onderschat. Op tv zie je dat ze moeten drummen in de finale voor bepaalde punten vooraan te zitten, maar als je dan ook effectief op de fiets zit en voelt hoe dat ze duwen, ja, dat was het niet waard voor mij. En het verbaast me niet hoe vaak je ziet dat er gevallen wordt en hoe vaak dat je zware blessures ziet bij wegrenners. Dat verbaast me echt niet om puur uit ervaring te voelen hoe dat ze rijden op die momenten. Ja. Maar goed, na de spelen is er wel weer wat ruimte. En ja, ik ga het een beetje op mij laten afkomen. Er zijn een aantal mountainbike-koersen langere afstand die ik heel graag zou willen doen. Nog een aantal koersen op de weg wat ik wel ergens nog zo graag zou willen afvinken. En misschien tegen dan wat greffelen. Ja. Welke mountainbike-koersen van de langere... Ik zou heel graag Leadville ooit rijden. Ah. Dat is echt... een loopwedstrijd. Echt? Wat? Ja. Dat is volgens mij is er zelfs een combi-klassement. Oké. Okay. Dus ik denk dat ze... ik ga mij dan sowieso... 2 weken uiteen liggen, de wedstrijden. Ik kan al logements regelen. Dus, ik kan fietsen. Ja, maar logement in Leadville, want dat is echt zot. Wel een cool verhaal, vind ik zelf. Ik was dus vorig jaar met de ploeg aan het onderhandelen en daar staan Oscar, onze techniektrainer. Met hem onderhandel ik. En de manager van Liv, dat is het vrouwengedeelte bij ons, met hun twee zat ik eigenlijk voor mijn contractbesprekingen. En die vroeg van alles, van alle dingen, wat ik tof vond. Hoe deden hard to get of deden zo? Nee, ik was eigenlijk wel heel snel... Ik wist eigenlijk al na 10 minuten... Dit is eigenlijk de ploeg waar ik bij wil rijden. Oh, en ik heb dat redelijk snel ook laten merken. Ah, Jens. Ja, maar uiteindelijk waren ze ook wel correct. Ze hebben de premies niet aangepast. Ja, voilà. Maar dus, zij vroeg op een bepaald moment ook van... Ja, zijn er ook andere dingen dan wereldbekers mountainbike die interesseren? En ik zei, ja, Leadville. Ooit wil ik Leadville echt goed voorbereiden. Want dat is echt wel nodig, hè. Dat is op 3000 meter. Mm. Oh ja, vergeet het. Dat is echt wel... Dat is pittig, hè. Maar ik zei, ik wil dat graag doen. Super graag. Super graag zou ik dat goed voorbereiden. En ja, proberen mee te doen voor te winnen. Hè. En zij zei, ik woon in Leadville. Dus mijn ploegmanager is van Leadville. Godverdicht. Dus dat was punten gescoord. Man to be ook. Ja. Het zou echt grappig zijn als je nu zo zegt van, ja, ik ga het doen. En dat hij alles regelt. En ik zeg, ja, maar ik doe het lopen. Maar daaraan komt met die trail rugzakjes en dan ga je echt, fietsen. Ja. En uw spikes. Ja. En ja, Cape Epic. Heb ik dan met Frans al een keer gedaan, maar ik zou het nog eens willen doen. En het goede aan Giant is, die zijn er ook gewoon geïnteresseerd in om dat echt zo goed mogelijk te doen. Daar ook genoeg budget voor vrij te maken om dat op de manier te doen die nodig is om mee te doen vooraan, denk ik. Dan BC Bike Race, zoiets, in Canada. Ja. Een van de mechaniekers van zijn ploeg woont ook daar, dus dat is ook... Jij hebt overal al... Ja, goede connecties. Heb ik Frans Klaas, dat is al... Dat is de poort naar Zuid-Afrika, denk ik. Ja, die is bijna staatburgerschap in Zuid-Afrika. Jens, tot slot misschien nog. We vragen altijd voor een souvenir mee te brengen. Ja. Hendrik is zo lief geweest om dat ook aan u te vragen. Hij heeft dat last minute gevraagd. En ja, ik had niet zo heel veel liggen, maar ik heb toch nog iets gevonden. Voor een Belgische podcast moet er ook wel natuurlijk een trui van de nationale ploeg hangen. En ik had hem een foto gezien dat jullie dat nog niet hebben. Klopt. En heb ik dat hier meegenomen. En dat is... Team Belgium Edition. Oh. Ja. Hij heeft zelfs al een koers gereden. Heeft de Europese Spelen gedaan. Dus het is inclusief
lokale modder van Polen, die er waarschijnlijk niet meer uitgaat. Maar dat maakt het extra speciaal, hè? Extra meer waarde gecreëerd. Geen grafeen? Geen grafeen, nee. We hebben ons basic uitrusting gegeven voor de Europese Spelen. Cool. Dus, maar dus, die is voor hier. Hè. Hoeveel is er mee geworden? Dat is een moeilijke vraag, ja, precies. Dat is een moeilijke. Ergens tussen de 15 en de 20ste, denk ik. Niet mijn beste koers. Goh, ja. Zwaar afgezien. Ja. Niet mijn beste, zeker en vast niet zo'n goede koers. Maar ik heb er wel hard in gewerkt. Je hebt er genoeg in gezweet. Ik heb er zeer, zeer veel in gezweet. Amai, ik heb heel hard gezweet daar. Amai. Dus nee, ja. Het is eigenlijk wel een goede item voor hier. Hè. Ja, ik zie inderdaad de Poolse modder. Ja, ik heb het pas daar gekregen. En dus niet gewassen op voorhand. Dus de eerste rit was effectief in de koers en dat is niet goed. Hè. Je moet vaak die kleren al een keer gewassen hebben. Anders blijft die modder daarin hangen. Hè. Maar redde je niet in een pak? Wel, normaal wel. Maar ze hebben mij een pak gegeven, alleen met lange mouwen. Dus ik had geen... Dat is not ton in het mountainbiken. Hè. Ja, wel, in de shorttrack doe ik dat soms wel, met lange mouwen. Wow. Ja, zwaar. En zo'n rits van achter? Nee, 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 nee. Dat is alleen voor Orbea-effect in je team. Hè. Wij hebben het van voren. Hè. Maar, dus, ja, het was ook gewoon super warm. Dit truikje kon ik openzetten. Maar goed dat ik het kon openzetten, want ja, dat is nodig. Was het weer zo dat u kleren ter plekke kreeg? Want ook met de winterspelen. De spelen was dat. Met de winterspelen was dat ook. En ik dacht, ja, man, daar zou ik zoveel stress over hebben. Ja, een lege valies en al dat. Ik had dat nu dus ook. Nu mijn kleren kwamen dus daaraan. Maar dat is ook omdat ik er zelf voor gekozen had. Ik ben ze niet op voorhand gaan ophalen. Ik snap dat, want soms kan dat fout lopen. Bij mij is dat op de Spelen in Tokio fout gelopen. Ja? Ja. Ik had voor de Spelen in Tokio getest met en zonder zeem. Ik had getest hoeveel vocht dat opnam. En dat was echt belachelijk veel als ik in heel vochtige omstandigheden reed. Zelfs bijna 300 gram of zo. Oh. Dus ja, ik vond dat veel. En toen had ik gezegd, ik wil eens een keer zo'n broek met zo'n triathlonzeem. Ik wil eens testen als dat gaat. En dat ging wel, maar dat was niet zo heel comfortabel. En ik had gezegd dat ik dat niet wou. Dat ik dus effectief gewoon wel een koerspak wou met zeem. Maar dat is ergens in de Excel-file van de federatie of BioRacer fout gelopen. En ik heb mijn kleren voor de Spelen pas op de luchthaven gekregen. En ik kwam in Tokio aan en ik had alleen maar fietsbroeken met een triathlonzeem. Maar ik zat daar 2 weken, hè. Dus ja, dat zou ik... Vol genoeg om een heel laag te krijgen, hè. Ja, inderdaad. Maar ik heb toch wel vriendelijk gevraagd als ze me nog een extra broekje kon opsturen, meegeven. Want na ons kwamen er nog anderen van de Belgische delegatie. En dan heb ik na 3 dagen toch kunnen switchen. Oh, okay. Ik heb gehoord dat de Martin alleen pakjes had met een koersseem in. Nee, dat is niet waar. Maar je hebt een triathlonzeem, je hebt ook gewoon zonder zeem. Dat hebben we al... Ja, maar dat was echt... Ai. Ja, dat is echt, want dat zijn... Dat ik nu voor de duathlon. En dat zijn getapete naden. Dus dat is echt gruwelijk om dat aan een wedstrijd te doen. Ja. Maar waarom zou je dat doen? Geen idee. Ik krijg ook maar gewoon wat ik... Dat is een duathlonpak, vermoed ik. Nee, ik denk dat dat... Besparingen bij de Triathlon Federatie. Ja, wel. Ja, maar dus dit jaar ook vragen ze mij voor zoving. Ja, moet je pak doorgeven. Dan geeft u sponsors door. En dan zegt ze... Ah ja. En nu zei ze meteen... Ja, wilde jij een zeemval of niet? Ik heb dat nog nooit mogen kiezen. Dat is meestal... Soms zit er een in, soms niet. Soms... Dat hangt er een klein beetje vanaf. Van u kon ik dat blijkbaar kiezen. Want ik vind ook, als je echt met een... Je zit iets lager op je zadel. Ja, ja, dat is... Ja. Nu op zich een mountainbiken, ja, dropper. Hè? Dat is waar, ja, klopt. Rechtstaan, zitten, schuiven op dat zadel. Ai. Ik heb zo een van mijn ploegmannen die... Ja, die maakt een probleem van een millimeter hoger of lager op zijn zadel. Ja, dat is aanstelleritis, hè. Ai. Mountainbiken maakt er echt geen zak uit, hè. Ai. Dus dat voelt je zelfs niet. Ja. Bon, goed, die maakte daar dus echt een punt van. En mijn mechanieker die heeft geen haar meer.
Je mag Charles, want die was al zijn haren kwijt geraakt. Echt gezegd, zoals ook het chouchouke dan van de mechaniek. Ja, dat is die Fransman, dat ze zijn dollartekens wel hebben aangepast. Ja. Dat is een Zwitser, maar die... Ja. Ik probeer toch wel wat te compenseren soms. Ah, ja. Supergoeie gast wel, hele lieve gast, maar op zo'n ding is hem toch wel een beetje doorgedraaid. Ah. Ik heb trouwens ontdekt waarom er in Zwitserland zoveel goede mountainbikers zijn. Oké. Okay. De wegrijden zijn niet zo vriendelijk of zo. Oké. Okay. Ik weet niet, Bobby. Als ja, dat was echt niet aangenaam om te gaan fietsen. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, toch een keer. Of vijf, ja, zes, dat ze toch al toeterend redelijk. Zwitsers, hè, die denken hè, dat ze. Ah. Ja. Ja? Die denken, ah ja, die, moet ik dat zeggen? Die denken echt dat ze tegen iedereen, ja, maar... alles en iedereen kunnen zeggen hoe dat zij moeten leven. Hè. Ach, dat is zo. Hè. Die hebben een heel uitgesproken mening over heel veel dingen. En nu die Zwitser wat bij mij in de ploeg is, het is tegenovergestelde, maar die heeft er echt wel moeite mee in Zwitserland. Die mensen zijn ja, super direct. En als je niet iets volgens de regeltjes doet, dan word je op je vingers gewezen. En die... ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ik zou er dus niet kunnen wonen. Hè. Ik snap niet dat Frans daar kan wonen. Ik zou gezot worden. Oh, zijn uitzicht maakt wel veel goed, natuurlijk. Ik heb het gehoord, ja. Ik heb het nog niet gezien, maar ik zou een keer langs moeten gaan. Hè. Ja. Plaats genoeg in de bunker. In de bunker is plek genoeg, ja, vier bedden. De bunker. Ja, het is wat je ervan voorstelt. Oeh. Maar alles wat dat je nodig hebt, hè? Met een bunker. Ja, maar... ja, je hebt toch een zicht? Dat is toch niet meer een bunker? Ja, maar dat is Frans. Ah. De logeerkamer is in de bunker. Ah, oké. Okay. Dat is onder de grond, of wat? Nee, niet echt. Dat is... Het is ook heel raar om... Ze hebben daar gewoon geen ramen gestoken. Ja, eigenlijk. Nee, ik heb geen ramen. Nee. Oké. Okay. Vonden wij een klein beetje licht in vol? Nee. Een kleintje, hè, waar we dat wifi-bakje altijd legden. Dat was het keldergat eigenlijk langs van buiten. Die mensen, ja, wat je dus tegenkomt, die zijn gans verbitterd. Waarschijnlijk omdat die geen zon echt zien heel de dag. Hè. Ik denk wel niet dat iedereen daar in een bunker leeft. Maar... Nee, dat was echt wel opvallend als je daar ging fietsen. Je had ook eens een kwaai bestuurder of zo, maar daar was het echt... Dacht ik, oké, ze hebben wel ongelooflijk schone mountainbike-palen. Als je mocht mountainbiken, want dat is ook nog zoiets, hè. Ik ben in Livigno een paar keer naar St. Brons gereden voor te mountainbiken. En elke wandelaar was dat daar om mee te mekkeren. Terwijl in Italië kan iedereen gewoon vriendelijk goeiedag zeggen. Dat je verschillende paden hebt waarschijnlijk. Ja, en... ja maar allee, ik ben echt... Ik rem effectief... fel af. En misschien ben ik te vriendelijk. En dan denken ze, tegen die gaan we zeggen hoe het moet. Ja. Maar ja, dat hoeft helemaal niet. Hè. Je kunt ook gewoon vriendelijk goeiedag terug zeggen. Dat is waar. Nou, goed. Ja. No. Jens, dikke merci om af te komen. Graag gedaan. Seppe, jij ook... Seppe kent het verhaal eigenlijk niet hoe dat wij deze morgen gebeld hebben. Ah, oké. Den Hendrik was dus aan het bellen met Jens. En ik zei tegen Hendrik, Hendrik, we gaan deze week geen aflevering maken en volgende week ook niet, want ik ben in het buitenland. En dan zeg je, ja, maar de Jens is er. Hè? De Jens is in het land, ik zal hem bellen. Dus hij belt die op luidspreker. Ik ben ondertussen mijn tanden aan het poetsen. en zo is Jens tot hier geraakt. Ja. Prachtig. Ja. En je moest in de buurt zijn, hè? Ja, maar dat was... Het kwam juist goed uit, want ik moest eigenlijk om 5:30 bij de kine zijn. En die net voordat Hendrik belde, vroeg hij als het 4:30 kon. Maar toen wist ik, als ik dan... Uur vertrekken, 5:30, sowieso file. Hè. Ah ja. En nu ligt file voorbij. Hè. Ja, zou moeten, hè. Ja, zwaar. Dikke merci voor af te komen, Jens. Seppe, jij ook merci. Deze was het voor mij voor deze week. Tot binnen 2 weken. Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet? Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden. Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons. Stay on your bike! Fred Kaap! En nog Fred! Doe op de brug! Jeff Doen is hier! Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem! Daar is hem!